Dames en heren, de vergadering is geopend. Caroline Bastiaans, Rick Daans, Piet de Bruin, Lydia Peters zijn afwezig wegens ambtsverplichtingen. Sonja Klaas, Kuur de Loo, Marnik de Meulemeester, Bardussie, Sofie Joosse, Wart Kennis, Bert Maartens, Marius Meremans, Katrien Partika, Ingrid Piraai, Joris Pochet, Els Robijns, Nadja Sminati, Mercedes van Volsen zijn afwezig door het Vlaams parlement toegestaande zending. Anke van der Meer is afwezig wegens familieverplichtingen en Jan Durné, Hermes Sanctorum, Steve van den Berg en Johan Verstreken zijn afwezig om gezondheidsredenen. De lijst met de ingekomen documenten en meningen werd op de bank rondgedeeld. Dan is er een zeer belangrijke mededeling over de aanwijzing van een deelstaatssenator. Dames en heren, bij brief van 11 april 2017 deelt de griffier van de Senaat mee dat in gevolg de ontslag van mevrouw Sonja Klaas als deelstaatssenator met ingang van 16 april 2017 één mandaat van deelsenator vakant is geworden dat aan de politieke formatie E toekomt. Dat is de CD&V-fractie. Politieke formatie E heeft mij op 20 april 2017 een lijst overhandigd waarop ze de heer Joris Pochet op zending aanwijst als deelstaatssenator. Die lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van de politieke formatie. Deze ondertekende voordrachtlijst werd aan de griffier van de Senaat betekend. En de heer Pochet legt aanstaande vrijdag de eed af in de plenaire vergadering van de Senaat. Als u daarbij aanwezig bent te zijn, dat is om 10 uur. We gaan over naar de actuele vragen. De eerste actuele vraag is van Elke van den Brand, Ortwin De Poorter en Joris van den Broeke. Aan Jo van Deurzen, Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid. En die gaat over de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders in het rusthuis en de betaalbaarheid van woonzorgcentra. Meneer De Poorter over de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur. En meneer van den Broeke, excuseer, over de betaalbaarheid ook van de rusthuisfactuur. Mevrouw van den Brand. Moet de rusthuisfactuur enkel betaald worden door de ouder zelf of ook door hun kinderen? Van CD&V afhangt moeten de kinderen voortaan meebetalen aan die factuur van hun ouder. Daar hebben ze een wet voor ingediend. En voor hen is dat solidariteit. Laat me even stilstaan bij dat idee van solidariteit. En we stilstaan dat heel veel ouderen het liefst van al zo lang mogelijk thuis blijven. En dat wordt dan ook mogelijk gemaakt heel vaak voor die kinderen die voor hun ouders zorgen. De keuze om naar het rusthuis te gaan is vaak de laatste keuze, wanneer het echt niet meer anders kan. En de kinderen hebben daar vaak ook heel gemengde gevoelens bij. Zal ons ma of pa wel goed verzorgd worden? Is er echt geen andere oplossing? Daar is al veel solidariteit, daar is al veel warmte. En ook financieel. Heel veel kinderen springen financieel al bij hun ouders, zonder dat daar een wet van CD&V voor nodig is. En dat is ook nodig, want de gemiddelde prijs van een rusthuis ligt een pak hoger dan het gemiddelde pensioen. En wat me dan vooral stoort aan dat voorstel van CD&V, enerzijds ik niet begrijp, maar anderzijds ook dat het een fundament onderuit haalt. Collega's, waarom betalen wij belastingen? Waarom is er sociale zekerheid? Dat is net omdat we een aantal rechten hebben afgesproken voor elkaar. Dat we het recht hebben om op je oude dag menswaardige zorg te krijgen. Dat is de essentie van ons samenlevingsmodel. En in plaats van CD&V het naar voorschuit, mensen zegt van ja, trek uw plan tegen al die families die iedere maand hun facturen proberen betaald te krijgen, had ik van CD&V verwacht dat ze het probleem ten gronde zouden aanpassen. Ik had van CD&V verwacht dat ze iets zouden doen aan het feit dat die rusthuizen te duur zijn. Want daar kan u iets aan doen, minister Van Deurzen. U bent bevoegd voor die rusthuizen. U kan zorgen dat die onderfinanciering stopt. U kan een Vlaams sociale bescherming uitbouwen die naamwaardig. En dat is ook mijn vraag voor u, meneer minister. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat die rusthuisfactuur betaalbaar is, zodat ouders en de ouderen niet meer langs een OCMW of hun kinderen moeten gaan om te krijgen waar ze recht op hebben. En dat is goede zorg. Meneer De Poorter. Dank u, meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's. Ik denk dat er velen zich gisterenmorgen in hun koffie hebben verslikt toen ze vernamen dat er een voorstel op tafel lag hier aan de overkant van de straat in het federaal parlement, waarbij kinderen verplicht zouden worden om mee te betalen aan de rusthuisfactuur. En uiteraard, meneer de minister, is dit voorstel uiteraard geen voorwerp van mijn vraag. Dat is een materie die moet behandeld worden in het federaal parlement en dat zal ook wel gebeuren. Maar het heeft natuurlijk wel alles te maken met de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur. Collega Van den Brand heeft er al naar verwezen. Een gemiddeld pensioen volgens berekeningen bedraagt 1100 euro per maand. En terwijl een verblijf in een rusthuis ongeveer gemiddeld 1500 euro per maand bedraagt.
We zitten hier dus met een zeker verschil die moet bijgepast worden. En ik denk dat dat verschil niet moet bijgepast worden door senioren of door kinderen. We moeten ervoor zorgen, namens de overheid, dat deze rusthuisfactuur betaalbaar blijft voor iedereen. En dat zal ervoor zorgen dat zo'n voorstellen zoals er nu voorliggen in het federaal parlement niet nodig zijn. Mijn vraag, meneer de minister, is heel eenvoudig. Hoe kunt u er nog voor zorgen dat deze rusthuisfactuur betaalbaar blijft? Dank u wel, collega's. Ik heb gisteren gereageerd op een wetsvoorstel van federale partijgenoten van minister Van Deurzen, die zeer terecht in een wetsvoorstel schrijven dat de rusthuisfactuur voor heel veel mensen een te hoge uitgave wordt. En wat stellen zij voor? De CD&V in de Kamer stelt voor dat overal in Vlaanderen, waar het OCMW bijspringt, voor rusthuisbewoners die factuur niet kunnen betalen, dat die factuur wordt doorgeschoven naar de kinderen van die rusthuisbewoners. En we hebben gisteren op het programma Ter Zake een filmpje gezien, een getuigenis van wat dat concreet betekent voor iemand als Jan uit Merchtem, 45 jaar, secretariaatsmedewerker, zeer modaal gezinsinkomen. Die man betaalt al 2 jaar 400 euro per maand om het rusthuis van zijn moeder te kunnen betalen. En die vraagt zich af van, kijk, ik ben gekomen op een leeftijd dat ik wil sparen voor mijn eigen oude dag. Ik moet al mijn geld dat ik opzij kan zetten afgeven om de rusthuis van mijn ouders te kunnen betalen. Wat zegt de CD&V aan Jan? Wij gaan ervoor zorgen dat nog veel meer andere mensen ook moeten betalen. Daar is Jan natuurlijk niet mee geholpen. Ik vraag me trouwens af, meneer de minister, wie is er eigenlijk vragende partij geweest voor dat wetsvoorstel? Zou het uitgangspunt niet moeten zijn? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen die heel hun leven lang gewerkt en bijgedragen hebben, hoe gaan we ervoor zorgen dat zij naar een rusthuis kunnen zonder financiële zorgen, zonder dat zij moeten aankloppen bij hun eigen kinderen om die factuur te betalen? Mijn vraag aan u als minister van Welzijn en Gezin is, wat is uw plan om het rusthuis betaalbaarder te maken voor alle Vlamingen? Minister Van Deurzen. Collega's, zorgen dat de zorg betaalbaar is voor iedereen, of je nu thuis die zorg nodig hebt of in een woonzorgcentrum, dat is uiteraard de ambitie van de regering. En dat is ook de reden waarom er in de loop van de voorbije jaren op dat vlak al heel wat extra inspanningen zijn gebeurd. Ik ga niet in op de inhoud van dat federale wetsvoorstel op zichzelf. Ik vind de framing van een aantal natuurlijk niet echt altijd intellectueel heel eerlijk. Het gaat natuurlijk over een bestaande onderhoudsverplichting die ouders ten opzichte van kinderen hebben. Kinderen ten opzichte van ouders, daar is in het burgerlijk wetboek al lang een regeling voor, een oude regeling voor. Het voorstel gaat natuurlijk niet over het gevoel dat kinderen moeten betalen voor de factuur van de ouders. Het gaat erover dat als OCMW's tussenkomen, dat daar meer rechtvaardigheid moet in zijn. En dat het maar niet mag afhangen van de vraag of je hier of daar woont, op welke manier dat het OCMW dan kijkt naar diegenen die op basis van de bestaande regels onderhoudsplichtig ten opzichte van elkaar zijn, of die toegepast worden of niet. Dus die framing van nu wil men daar ook nog de kinderen doen betalen, is absoluut niet correct. Maar dat gezegd zijnde, natuurlijk moeten wij in Vlaanderen binnen onze bevoegdheden zwaar inzetten op de betaalbaarheid voor iedereen. Die woonzorgfactuur, dat weet u zeer goed, die bestaat uit verschillende onderdelen. Daar zitten de woon- en leefkosten in die de bewoner van het woonzorgcentrum betaalt, maar die hij evengoed in een thuissituatie moet betalen. Daar zit een stukje zorg in. En de strategie die de overheid heeft, de Vlaamse overheid, sinds we bevoegd geworden zijn voor de financiering van de zorg in de residentiële ouderenzorg, in de woonzorgcentra, is eigenlijk heel duidelijk. We zetten in op de Vlaamse sociale bescherming. Mensen die aan bepaalde afhankelijkheidscriteria beantwoorden, die krijgen een recht op een uitkering in de zorgverzekering, die hebben dat recht.
Ze krijgen een recht op een tegemoetkomende hulp aan bejaarden sinds 1 januari. Vlaamse bevoegdheid. We gaan die inschaling zo uniform mogelijk maken. Die rechtentoekenning zo automatisch mogelijk te maken. Maar daardoor krijgen mensen effectief geld. Of ze nu die zorg moeten invullen in een thuissituatie of in een woonzorgcentrum. We proberen op datzelfde moment enorm veel in te zetten op de capaciteit. Het aanbod in onze woonzorgcentra, het aantal woongelegenheden. Dat gaat over meer dan 125 miljoen euro die we tot nu toe daarvoor extra hebben gemobiliseerd. En we zetten uiteraard in op een verbetering van de financiering van de uitgaven in het woonzorgcentrum die met zorg te maken hebben, die met de ondersteuning te maken en die met de investeringen in infrastructuur te maken hebben. Omdat dat evident is, die zorg moet beter gefinancierd worden en die investeringssubsidies die kunnen helpen om de doorrekening van die kosten naar de dagprijzen voor bewoners ook te beperken. En de laatste is goed voor 5 euro per dag per bewoner. En u weet zeer goed dat we ondertussen al jaren zeer erg intensief inzetten op een betere financiering van de zorg in onze woonzorgcentra. We zetten 52 miljoen op 3 jaar extra in, zonder dat er 1 plaats bij komt, om meer personeel te kunnen inzetten, om de zorg kwalitatief te kunnen aanbieden. We zetten dus 125 miljoen in om het aanbod te vergroten. We hebben de prijszetting transparant gemaakt. Degenen die prijsverhogingen vragen, moeten toelating vragen. En dat gebeurt aan die afweging aan de hand van objectieve criteria. En het is de combinatie van al die factoren die, inderdaad, daar ben ik echt van overtuigd, de betaalbaarheid van de zorg eigenlijk moeten helpen, mogelijk maken en mogelijk houden. De uitdaging is groot, dat is heel duidelijk, maar de sporen, maak een rugzak voor mensen met middelen die ze kunnen inzetten, thuis of in de residentiële setting. Zorg dat uw zorg behoorlijk gefinancierd is. Kom tussen in de investeringen in de infrastructuur. Dat zijn de sporen die we trekken, waarvoor we al heel wat extra geld hebben uitgetrokken. En met de creatie van de Vlaamse sociale bescherming zullen we dat bovendien doen op een manier dat het voor de mensen 1 inschalingssysteem is, automatische rechtentoekenning is. En dat betekent op dat vlak ook een verbetering van de huidige situatie. Mevrouw Van den Brand. Meneer minister, u zegt dat u al zoveel hebt gedaan om die facturen naar beneden te halen. Dan moet u die beleidsmaatregelen gaan bekijken, want de facturen zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Ten tweede zegt u van ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook de zorgverzekering. Mensen krijgen een uitkering uit de zorgverzekering. Dat is waar. Mensen met een zorgnood kunnen uit de zorgverzekering geld krijgen. Iedereen moet verplicht 50 euro per jaar eraan geven, zodat als je later die zorg nodig hebt, dat je een uitkering krijgt. Dat is eigenlijk een goed principe. Dan krijg je 130 euro. Dat bedrag, die 130 euro, dat was een heel interessant bedrag op het moment dat werd ingevoerd. In 2001, door een groene minister. Maar sinds 2001, 15 jaar later, 6 ministers van Welzijn van CD&V later, is dat bedrag nog steeds hetzelfde. Maar die rusthuisfactuur is enorm gestegen. Dus als u over rechtvaardigheid spreekt, dan vraag ik u ook om te zorgen dat de uitkering die mensen krijgen in verhouding staat tot de zorg die zij nodig hebben. Als u over rechtvaardigheid spreekt, meneer minister, dan ga ik ervan uit dat u ervan uitgaat, alles het werk stelt, dat mensen hun financieel geen zorgen moeten maken over iets waar ze recht op hebben, namelijk een menswaardige oude dag. Meneer De Poorter. Meneer de minister, uw antwoord was voorspelbaar. U hebt een aantal maatregelen opgesomd die u genomen heeft, maar het feit blijft wel dat de rusthuisfactuur wel duurder is geworden op 3 jaar tijd. Ik lees maar een doorlichting trouwens van de Vlaamse overheid, waarbij een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum gemiddeld 1640 euro per maand kost, zonder extra kosten zoals die voor de dokter, tv-abonnement of de was. Meneer de minister, ik hoor geen nieuwe doortastende maatregelen om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden. En ik hoor nog minder een pleidooi om bijvoorbeeld een maximumfactuur in te voeren in de zorg. Uw partij noemt dat onrechtvaardig. Ik denk dat er niets rechtvaardigers is dan een maximumfactuur in te voeren. Ook daar had ik graag uw mening over geweten. Meneer Van den Broeke. Meneer minister, SPA vindt het ook onrechtvaardig dat sommige gezinnen honderden euro's per maand op tafel moeten leggen voor de rusthuisfactuur van hun ouders en anderen niet. En precies daarom hebben wij beslist in Oostende, in Gent, in Sint-Niklaas, in Herentals, dat niemand nog dergelijke bedragen op tafel moet leggen om die rusthuisfactuur te betalen van zijn ouders. En daarom vraagt SPA, meneer de minister,
om een maximumfactuur in te voeren. Zorg ervoor dat mensen nooit een factuur krijgen die nooit hoger is dan het inkomen dat ze hebben. En als dat inkomen niet volstaat, dan vragen wij dat de Vlaamse overheid die bevoegd is een bijpassing doet. Ja, collega's, dat kost inderdaad geld. Maar het alternatief is dat u mensen die heel hun leven gewerkt hebben en belasting hebben betaald, dat u hen in de steek laat en dat u hen verplicht om te gaan bedelen bij hun kinderen om een factuur te betalen die dient voor de zorg te krijgen waar zij recht op hebben op hun oude dag. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Jans, Lies. Dank u wel, voorzitter. Collega's, de discussie is hier al verschillende malen gevoerd. Nog niet over de onderhoudsplicht, want dat is federaal. Maar ons standpunt is daar ook heel duidelijk in. Wij vinden dat solidariteit, dat het ook tussen ouders en kinderen moet bestaan. Dat kinderen ook voor een stuk mee de kosten mogen dragen. Maar ze moeten niet alles dragen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als overheid investeren in de zorg. Of dat men nu in een rusthuis woont of thuis, dat maakt voor ons niet uit. De zorg, daar moeten wij zeker alle middelen die beschikbaar zijn, ook naar de toekomst toe, middelen voor gaan inzetten. En daarom moeten we evolueren naar dat persoonsvolgend systeem, zodat iedere ouder zijn rugzakje krijgt om te zeggen van oké, ik ga naar een rusthuis en ik kan mijn extra zorg die ik nodig heb, kan daar gefinancierd worden. Uw woonkost, uw leefkost, dat moet je als ouderen zelf betalen. Dat vinden wij niet meer dan normaal. Maar dan het verhaaltje van de maximumfactuur. Ik vind dat altijd heel mooi om dat te horen, de maximumfactuur. Maar in de realiteit geven jullie als SPA weer een blanco cheque, hè? Want wat gaat je zeggen? Van ja, kies nu een rusthuis van 3000 euro per maand of van 1500 euro per maand. Dat maakt niet uit. De overheid betaalt toch wel. Dat is geen probleem. Wat wij zeggen, zorg dat er middelen beschikbaar zijn voor de zorg van die mensen. En dat kunnen we ook doen als we naar dat persoonsvolgend systeem evolueren. Mevrouw Schrijvers. Dank u wel, voorzitter. Ja, toch wel onderstrepen dat die betaalbaarheid van die zorg en ook van die ouderenzorg natuurlijk een bekommernis is van iedereen hier. En ik vind het toch ook wel kort door de bocht dat aan de overzijde gedaan wordt of Vlaanderen betaalt hier niets in. Van alle kosten in de residentiële ouderenzorg, dus in de woonzorgcentra, wordt momenteel bijna 60% vanuit Vlaanderen betaald. En die 60% dat wordt nog stelselmatig versterkt. De minister heeft er naar verwezen. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden bijvoorbeeld. De zorgverzekering, bijkomende RVT-erkenningen, infrastructuurtussenkomst en zo verder. En dat zie je dat dat ook resultaat heeft. Want het aantal tussenkomsten dat het OCMW moet doen voor mensen die de factuur in het woonzorgcentrum niet kunnen betalen, daalt jaar na jaar. Dus mijn pleidooi, laat ons daar alsjeblieft verder op inzetten en doe niet of er gebeurt er zaken niks. Er zijn al heel veel inspanningen geleverd en wij willen daar absoluut verder op inzetten, maar wel met de criteria draagkracht en zorgbehoevendheid. Rosjais. Ja, uiteindelijk, we weten allemaal, er zijn drie grote problemen in ouderenzorg. En dat is enerzijds capaciteit, de zware zorg. Behoeventheid is steeds maar toenemend en dat daarop niet afgestemde financiering altijd. En natuurlijk ook financiële toegankelijkheid. Maar we moeten toch wel zeggen, het is er al gezegd, we hebben al heel wat inspanningen gedaan. Er zijn 7000 bedden bijgecreëerd. Er zijn extra inspanningen gedaan om het urencontingent op te trekken. Er zijn extra middelen voorzien voor ROB-bedden om te zetten in RVT-bedden. Want we weten nu dat er in heel wat ROB-bedden zwaar zorgbehoevenden liggen. En we weten allemaal dat de kost van het extra zorgpersoneel naar de bewoner gaat. Nu, in de politiek moet je keuzes maken. En the sky is not the limit. 245 miljoen euro gaat zo'n maximumfactuur kosten. En wij als Open VLD, wij kiezen voor meer capaciteit en ook voor een betere financiering van die zorgzwaarte, opdat we toch die kwaliteit van zorg kunnen blijven garanderen. Minister van Deurzen. Collega's, als een van de vraagstellers zou verwachten dat naar aanleiding van het bespreken of het indienen van een wetsvoorstel in het federaal parlement nu plotseling in Vlaanderen een totaal nieuw beleid zou uitgetekend worden, ja, dan moet ik hem teleurstellen. Ik denk dat het thema, de aanpak, de visie op de residentiële ouderenzorg al lang in onze focus zit, dat daar al heel wat centen extra zijn naar gegaan, dat daar visie rond ontwikkeld wordt. En het is, I'm sorry, echt niet mijn bedoeling of gewoonte om
dan holder de bolder te zeggen, nu gaan we nog eens heel wat nieuwe zaken doen. Dat thema betaalbaarheid van de zorg is een reëel thema. Vergrijzing is een grote uitdaging, maar we hebben daar denk ik heel duidelijke visies op ontwikkeld, die we bovendien niet vrijblijvend ontwikkeld hebben, maar met centen hebben onderbouwd. En wat dat idee van die maximumfactuur betreft, dames en heren, als die dagprijs in de woonzorgcentra gaat over woon- en leefkosten en een stukje van de zorgkost, dan is mijn overtuiging, wij zetten als overheid in op het betere financieren en het versterken van de financiering voor de zorg die aan de mensen moet gegeven worden. We gaan een stuk investeringssubsidies, 20.000 bedden, nieuwe of bestaande, kunnen gebouwd of verbouwd worden met het nieuwe financieringssysteem. En dat moet zijn impact hebben op de dagprijs. Dat zijn de instrumenten die we daar gebruiken. Ik versta eerlijk gezegd niet hoe een partij het rechtvaardig kan noemen om te zeggen er wordt een maximum gezet op woon- en leefkosten als je in een woonzorgcentrum woont. En wat zeggen we dan aan al de mensen die thuis wonen, die met een mantelzorger ondersteund worden, die huur betalen, die daar ook zorgkosten moeten hebben? Daar is dan geen maximumfactuur, het zal je maar overkomen. Dit is een gruwelijk onrechtvaardig principe en ik ga het nooit invoeren. Mevrouw Van den Brand. Ik kan u geruststellen, minister Van Deurzen. Voor Groen is het heel duidelijk dat ook voor de thuiszorg er een maximumfactuur moet zijn. Dat staat in ons programma. Collega's, de reden dat er federaal een wetsvoorstel wordt ingediend, minister Van Deurzen, is net omdat uw beleid faalt. U faalt erin om de rusthuisfactuur betaalbaar te maken. En daarom zien federale CD&V'ers het nodig om te gaan zien hoe dat we kinderen mee aan boord kunnen krijgen om die mee op te pikken. En die facturen zegt, kijk wat wij al doen. Ik wil zien wat het doet. Je hebt met de staatshervorming een budget erbij gekregen van meer dan 500 miljoen voor hulp aan bejaarden te geven. Toch zie ik de factuur voor de rusthuizen stijgen. Toch zie ik dat de uitkering uit de zorgverzekering stabiel blijft. Toch zie ik dat dag in dag uit mensen voor hun ouders zorgen, voor en na de uren, want iedereen moet langer gaan werken, er staat om de mama of de papa te zorgen dat die op een goede manier oud kan worden. En toch zie ik dat u op twee dingen kan ingrijpen. Ofwel de pensioenen verhogen, ofwel de rusthuisfactuur te laten, dat u geen van de twee doet en als CD&V met steun van VLD en SPA er gewoon voor gaat om de factuur door te schuiven. Trek uw plan naar de mensen, los het zelf maar op. Meneer De Poorter. Meneer de minister, collega's, terwijl er de afgelopen jaren wel meer dan 1 miljard euro is gevonden om asielzoekers en gelukszoekers hier op te vangen, is er blijkbaar geen geld gevonden om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden voor onze bejaarden. Rusthuizen waar onze ouders, onze grootouders verblijven en die daar willen verblijven zonder financiële zorgen. Dit, meneer de minister, collega's, is niet enkel onrechtvaardig, dit is wraakroepend. Meneer Van den Broeke. Collega's van de CD&V, na 3 jaar besparen, na 3 jaar factuur na factuur verhogen voor de Vlaamse gezinnen, had ik gehoopt dat ik mij zou kunnen kon buigen over een voorstel van u als zelfverklaarde gezinspartij om onze factuur te verlagen. Maar wat doet u? U staat al klaar met een volgende factuur. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat we met een partij die sinds 1981 quasi onafgebroken de Vlaamse minister van Welzijn en Gezin levert, dat we die partij nog moeten uitleggen dat het toch maar normaal is zeker dat mensen die heel hun leven gewerkt hebben en bijgedragen hebben, dat die mensen het recht hebben om zonder financiële zorgen te verblijven in een rusthuis. Zonder de schrik te hebben dat ze moeten aankloppen bij hun eigen kinderen om te kunnen betalen waar ze verdorie recht op hebben. De volgende actuele vraag is van Robrecht Botuin en Philippe Muiters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de oneigenlijk gebruik van de doelgroepkorting bij de tewerkstelling van 55-plussers. En mevrouw Van Eetvelde over het betaald thuiszetten van zitten of zetten van 55-plussers in de banksector en de toepassing van de Vlaamse RSZ-korting voor oudere werknemers. Meneer Botuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's. Ja, een van de grote uitdagingen in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid is meer mensen aan het werk krijgen. Meer mensen langer ook aan het werk krijgen. Vandaar dat er ook specifiek wordt ingezet in het begeleiden en opleiden
van oudere werkzoekenden en oudere werknemers met een bijzondere focus op 55-plussers. Een van de maatregelen die u heeft genomen en die we hier allemaal samen, denk ik, hebben goedgekeurd, is die extra loonlastenverlaging, die doelgroepkorting voor 55-plussers, die nu bijna een jaar actief is in Vlaanderen. Maar helaas heeft nog niet iedereen die boodschap begrepen. We hebben gezien dat bij de aangekondigde herstructureringen van een aantal banken en een aantal andere grote bedrijven er blijkbaar plannen zijn om mensen die ouder zijn dan 55 gewoon systematisch thuis te gaan zetten, met behoud van loon weliswaar, maar zonder perspectief om nog opnieuw op de arbeidsmarkt actief te kunnen worden. Dat druist in tegen ons beleid, tegen de doelstellingen die we allemaal hebben. En u heeft daarvoor heel specifiek ook een aandachtspunt naar voren gebracht, namelijk dat die bedrijven ook nog dreigen onze doelgroepkorting, onze loonlastenverlaging te gaan gebruiken om op die manier mee hun sociaal plan te gaan financieren, om op die manier met overheidsgeld betaald dan nog mensen thuis te zetten. Dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn. En u heeft aangekondigd vorige week dat u daarom extra controles zal invoeren en dat u hier zal optreden, zodat loonlastenverlagingen niet oneigenlijk gebruikt worden om mensen zomaar thuis te zetten. Meer bepaald ging het over ING, die honderden mensen op die manier blijkbaar zou thuiszetten. En ja, we steunen dat principe uiteraard. Alleen hebben we daar een aantal vragen bij hoe u dat effectief zal doen. Heeft u indicaties dat ING effectief bewust de loonlastenverlaging die wij als Vlaanderen hebben gecreëerd voor 55-plussers wil inzetten om mensen betaald thuis te zetten? En heeft u ook indicaties van andere werkgevers die op die manier onze Vlaamse loonlastverlaging willen gaan misbruiken? Dus hoe evalueert u, meneer de minister, kort samengevat, onze Vlaamse doelgroepkorting voor oudere werknemers? En goed, hoe u zal u effectief de controle waarnemen? Duidelijk, meneer Boltuijden. Mevrouw Van Eetvelde. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, zoals collega Botuyne vermeldt, bij een aantal financiële instellingen zoals ING, KBC, maar ook bij ETIAS, wordt een vertrekregeling aangeboden aan de werknemers die meer dan 55 jaar oud zijn. Nu, die personeelsleden kunnen thuisblijven. Zij kunnen tot aan hun vervroegd pensioen een deel van hun loon blijven ontvangen. Ze blijven op de loonlijst staan van de onderneming. Ze blijven gewoon thuis. Nu, ik heb gehoord dat u dus, ik heb gehoord via uw collega van werk, minister Peters, die deze vertrekregeling ging juridisch laten onderzoeken of dat kon. En dat blijkt nu toch wel juist te zijn. Nu, die regeling gaat echter volledig in tegen zowel het Vlaams als het federaal regeerakkoord, waar we allemaal de ambitie hebben om zoveel mogelijk oudere werkzoekenden of oudere werknemers aan de slag te krijgen of aan de slag te houden. Nu, ik denk dat dat ook een precedent creëert bij andere bedrijven. Daar waar dat bedrijven toch wel echt de verantwoordelijkheid moeten hebben om hun oudere werknemers in dienst te houden of ze zeker en vast te helpen aan een nieuwe job. Alle werkgevers in Vlaanderen hebben recht op die RSZ-korting voor 55-plussers. Maar zoals bij ING en bij anderen, waar 55-plussers gewoon worden doorbetaald, thuis kunnen blijven en nog eens een gebruik kunnen maken van die RSZ-korting, denk ik dat dat totaal in strijd is met de intentie van die RSZ-ondersteuning. Daarom, meneer de minister, had ik de volgende vraag voor u. U maakte vorige week bekend dat die RSZ-korting in deze gevallen, dat men die niet meer zou toekennen. En hoe zal dit verder worden uitgewerkt? Minister Muiters. Dank u wel. En ik denk dat jullie beiden de situatie goed hebben geschetst. Ik zou ze samenvatten door te zeggen dat we geen RSZ-korting gaan geven, geen belastingsgeld gaan inzetten naar die werknemers die door hun werkgever worden doorbetaald om thuis te zitten. Dat is eigenlijk de filosofie. En hoe dat we dat moeten doen, ik heb verschillende pistes gekregen, maar ik zou zelf kiezen voor de piste die 100% binnen mijn bevoegdheid ligt. En we hebben de bevoegdheid om af te bakenen welke doelgroep er een RSZ-korting krijgt. En als we daar voor de 55-plussers één voorwaarde extra inschrijven, met name dat ze moeten actief blijven, natuurlijk niet ziekte, dat is iets apart, verlof is iets apart, maar voor de rest normaal actief zijn zoals de andere werknemers, dan is dat een voorwaarde die wij bovenop de voorwaarde voor doelgroepenbeleid zetten, 100% in onze bevoegdheid. En dan zal de werkgever die een RSZ-korting aanvraagt alleen kunnen aankruisen dat zijn werknemer in aanmerking komt als effectief die werknemer ook actief is.
Dus ik moet daar geen bijkomende codes doen, ik moet geen bijkomende weet ik veel wat doen, alleen één voorwaarde digitaal extra inschrijven. Dat is een suggestie die ik naar het parlement zou brengen. We zijn die nu aan het uitwerken en het is natuurlijk het parlement, het is een decreetswijziging die daar de nodige stappen moet voor zetten. En dan komt het er natuurlijk op aan, maar dat telt ook vandaag, om de controle te doen. En we hebben daar verschillende instrumenten voor. Datamining, gaan kijken, de verschillende databanken met elkaar in contact brengen. Maar bijvoorbeeld ook bij ontslagsituaties of afdankingen, dat we daar gaan kijken naar de cao's die van toepassing zijn en die cao's gaan controleren om te zien of dat er mensen zijn in de situatie zoals die nu geschetst is geworden, 55-plussers die vrijgesteld worden van inspanningen. Of ook inspecties gericht daarnaar doen. En dan bestaat ook het instrumentarium van wat je kan doen. Iemand die ten onrechte die papieren heeft ingevuld en dus ten onrechte RSZ-korting heeft gekregen vanuit de Vlaams belastingsgeld, die moet ten eerste dat terugbetalen, dat wordt geregulariseerd, maar ten tweede is daar een administratieve boete mogelijk en zelfs strafsancties zijn daar mogelijk. Dat zal dan afhangen van de mate waarin, dat begrijpt u wel. Maar die sancties zijn er, dus ik moet daar zelfs de wetgeving niet op wijzigen. Dus samengevat, één ding die we moeten doen, en dat bereid ik nu voor, dat is een decreetswijziging die ervoor zorgt dat als extra voorwaarde voor de doelgroepkorting erin geschreven wordt, dat de mensen die in aanmerking komen voor die RSZ-korting ook werkelijk actief moeten blijven in het bedrijf als ze 55 plus zijn. Voor de rest, collega Botijnen, vraagt u ook naar de evaluatie van het doelgroepenbeleid. Ja, ik denk, we zijn nog geen jaar bezig. Ik denk dat ik vanaf de aankondiging al heb gezegd van we moeten dat eerst wel heel actief kunnen toepassen voordat we kunnen gaan evalueren. En de evaluatie is voorzien via een Fiona-studie in 2019. Maar ik denk dat het hier niet zozeer gaat over de evaluatie, dan wel over mogelijk anders gebruik dan dat wij, hier het parlement en ikzelf en de regering dat ervoor zien. Met name stimuleren dat mensen langer aan het werk blijven, dat dat gevrijwaard wordt met de doelgroepkorting. Meneer Botijnen. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Ik denk dat we het zeker eens zijn over de filosofie. We willen geen belastingsgeld inzetten om bedrijven toe te laten om zomaar werknemers onbetaald hun mensen thuis te gaan zetten. De vraag is hoe je dat gaat controleren en hoe je dat effectief kan waarmaken, welke stokken u achter de deur heeft. Ik denk dat het misschien wel nuttig is om met de federale overheid contact op te nemen, omdat u spreekt over de databanken, om op die manier een koppeling te maken met de DMFA, databanken aparte code te voorzien, zodat die controle effectief kan gebeuren. Dus ook hier kan samenwerking allicht nuttig zijn. Maar ik denk dat het ook nuttig is om het probleem effectief in kaart te brengen. U heeft niet geantwoord op het aantal werknemers, of de vraag over het aantal werknemers die bij ING zo thuis gezet zou zijn. Want ING is, bij mij weten, een Brussels bedrijf. Dus ik vind het wat vreemd dat Brussels bedrijf effectief zou gebruik maken van de Vlaamse doelgroepkortingen. En dat komt mij bij mijn bijkomende vraag, meneer de minister. Er zijn ook heel wat Vlaamse filiaalhouders, Vlaamse lokale bankinstellingen die getroffen zijn door deze herstructurering. En zij geven het signaal dat zij onvoldoende begeleiding vrezen te krijgen bij het ontslag. Dat is aangekondigd vanuit ING. Heeft VDAB met die groep mensen contact gehad en worden ook die mensen begeleid opnieuw in de richting? Mevrouw Van Eetvelde. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord en voor uw duidelijk standpunt. Ik denk dat het een zeer goede zaak is dat er wordt opgetreden tegen dit oneigenlijk gebruik van die RSZ-korting. Ik denk ook dat het alle logica voorbij gaat dat werkgevers hun personeel thuis zetten en daarvoor nog een korting zouden ontvangen. Het staat ook volledig haaks op alle doelstellingen van de Vlaamse regering, waar men tegen 2020 de ambitie had om de werkzaamheidsgraad van de 55-plussers op te trekken naar het 50%. Het is trouwens ook in die doelgroep dat we in 2015 en 2016 veel meer tewerkstellingen hadden. Ik dacht ongeveer 16.500 werknemers. Daarom denk ik dat het zeer goed is dat we de ingeslagen weg verder zetten. Nu, het is ook wel zo dat het hier in Vlaanderen moet geregeld worden, dat het niet in op het federale niveau, dat zij daar niet kunnen ingrijpen. Dus ik reken er dan ook op dat we hier in Vlaanderen de nodige inspanning doen om dit aan te pakken. Wens iemand aan te sluiten? Goed ingeschat. Mevrouw Talpen.
Dank u wel, voorzitter, meneer de minister, collega's. Ja, u neemt terecht, meneer de minister, de beslissing om die doelgroepkorting niet toe te staan voor werkgevers die 55-plussers betalend thuis laten. Het zou inderdaad erg kortig zijn dat belastingsgeld, dat in essentie bedoeld is om mensen langer aan de slag te houden, dat het de facto zou dienen om een inactiveringsbeleid te ondersteunen of te subsidiëren. Men heeft ook het verkeerde signaal aan de oudere werknemers, alsof ze er niet meer toe zouden doen, terwijl we hen net willen stimuleren en motiveren. Nu, een belangrijke eerste essentiële stap met die aanscherping van de regels die is genomen, maar het zal ook belangrijk zijn dat u overleg blijft met de werkgeversorganisaties, zodat zij ook hun leden kunnen wijzen op hun verantwoordelijkheid om die oudere werknemers langer aan de slag te houden en om mede sociale welvaart te verzekeren in onze vergrijzende samenleving. Nu, ik heb één bijkomende vraag met betrekking tot de inwerkingtreding van de maatregelen, een concrete toepassingsgebied. Vanaf wanneer zal die aanscherping gelden? Zal die ook retroactief gelden? En dan heb ik het over werkgevers die dus nu al werknemers thuis laten betalend en bijgevolg dus ook voor de werknemers van ING. Dank u wel. Oké, Bach. Ja, meneer de minister. Laten we niet vergeten dat heel het ING-verhaal, dat vooral verontwaardiging moet uitlokken. Hè. Toen dat ze maanden geleden beslisten om ruim 3000 werknemers te laten uitstromen, waarvan 1700 naakte ontslagen hè, voor die werknemers, dan denk ik dat de eerste prioriteit moet zijn van hoe kunnen we de werknemers vooruit helpen. En nu krijgen we een voorstel en horen we dat ING zegt van we willen ontslagen beperken. We willen ze aan, het contract gaan we niet verbreken, maar we stellen ze vrij van prestatie. Geen ideale oplossing. Maar wat is het alternatief? Ik hoor u nu alleen spreken over controle en sanctie. En dan denk ik van ja, waarom gaat u nu niet op de barricade staan om ervoor te zorgen dat die werknemers een job krijgen? Het is perfect mogelijk om die werknemers nu aan het werk, dus het contract, te laten doorlopen en met de werkgevers en de vakbonden rond de tafel te gaan zitten en te kijken naar andere werkplekken. Dat zou de prioriteit moeten zijn, in plaats van nu alleen de focus te leggen op een discours waar u zegt van ja, het is tegen onze filosofie. De filosofie zou moeten zijn aan het werk helpen in plaats van eigenlijk voor ontslag te pleiten. Meneer Anouri. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, het is natuurlijk een beetje paradoxaal. Hè? Daar waar werknemers en werkgevers vaak een akkoord vinden over uitredingsvergoedingen, is dat iets dat we zouden moeten toejuichen. Maar in dit geval, bij de financiële instellingen, is dat iets inderdaad wat de wenkbrauwen doet fronsen. Wat ING heeft geregeld met haar werkgevers over thuis kunnen blijven en toch voor een heel groot stuk bruto loon nog kunnen blijven ontvangen. Dat is iets wat ingaat tegen de hele instelling die we hebben van 55-plussers. Willen blijven werken, zijn heel belangrijk voor onze arbeidsmarkt. We moeten ze aan de slag krijgen, maar hier wordt een heel ander signaal mee gestuurd. Zeker als je weet dat Unia het afgelopen jaar heeft bekendgemaakt dat er steeds meer mensen een klacht indienen, omdat ze merken dat ze zich willen begeven op de arbeidsmarkt, maar net op een muur botsen omwille van die leeftijd. En nogmaals, dat wordt hier onbewust nog maar eens mee versterkt door zo'n regelingen. Dus mijn concrete vraag is al gesteld door collega Talpen over wanneer dat net in dienst zou treden en vooral of dat retroactief zou zijn. Maar ik heb vooral een oproep voor u, meneer de minister, en dat is in de hele onderhandeling of de hele stappen die u nu zet, en daar treed ik voor een stuk collega Kerbach bij, moet u er vooral voor zorgen dat de 55-plussers niet de speelbal en niet het slachtoffer worden. En dat werkgevers niet gaan zeggen ofwel maken we de keuze tussen zo een regeling, ofwel zullen ze gewoon ontslagen en komen ze op straat. Want daar zal die 55-plusser het minste mee gediend zijn. Goed. En op welke manier wilt u ervoor zorgen dat u dat minister ook kan voorkomen? Dank u wel. En ik moet eerlijk zeggen, collega Botijn, ik ga bij u beginnen. U had al een vraag of vijf gesteld bij de vraagstelling in het begin. Ik heb er een aantal kunnen antwoorden in de 2 minuten die ik had. Ik heb er nu een paar meer, dus ik kan een aantal van de extra vragen meenemen. En uiteraard zullen wij contact hebben met de Fodwazo federale administratie, met de RSZ, om daar de nodige maatregelen te nemen. Maar ik blijf erbij, we blijven binnen onze eigen bevoegdheid. Ik denk ook, als ik het u heb uitgelegd, dat u begrijpt dat dit binnen eigen bevoegdheid is. Dat is het eerste. Twee, u zei het is een Brusselse firma, maar de RSZ-korting, doelgroepenbeleid, is de plaats van tewerkstelling. En dat zijn heel wat mensen die in Vlaanderen tewerkgesteld zijn. ING ontvangt ook RSZ-korting vandaag. En bij een eerste raming die we zelf hebben gemaakt, zitten we al snel aan rond de 1,5 miljoen per jaar die ING... Maar laat ons duidelijk zijn, het gaat hier niet over ING, het gaat hier over alle bedrijven die dergelijke maatregelen zouden nemen, geen RSZ-korting meer zou krijgen die ze vandaag wel krijgen.
En natuurlijk, u hebt gelijk en ook andere collega's hebben gelijk. De eerste essentie is dat we mensen die ontslagen worden, uiteraard begeleiden naar een nieuwe job. Maar dat doen we. Je moet eerst het sociaal overleg de kans laten. En dan zullen wij de tewerkstelling stellen als dat zinvol is. En als dat gevraagd wordt langs beide zijden, instellen. En we hebben overigens al van in het verleden contact gehad met de financiële sector in zijn totaliteit om te zien op welke manier wij mensen op basis van competenties kunnen begeleiden naar een andere job. Dus ik denk dat we daar zeker en vast mee actief bezig zijn. Naar collega Talpe, ook bedankt voor de steun, voor de maatregelen en uiteraard overleg met de werkgevers. We hebben al contact gehad met de werkgevers. Tot nu toe heb ik het signaal gekregen. Ja, wij begrijpen uw maatregel. Ik denk dat dat ook logisch is wat we doen. We hebben nooit gezegd dat we resetkorting geven om mensen thuis te laten zitten. Dus ik denk dat we dat effectief daar de steun voor krijgen. Vanaf wanneer? Ja, ik ga een decreet voorstellen, een wijziging van het decreet voorstellen aan het parlement. Dan moet natuurlijk de normale weg lopen met adviezen, met Raad van State en de bespreking in commissie en dergelijke meer. Retroactief is altijd een moeilijkheid, u weet dat. Maar wat we altijd kunnen doen, is de regeling, het mogen indienen van die RZ-korting voor werknemers, voor de werkgever. Dat je zegt vanaf het moment dat die wetgeving is, tel het. Dus tot dan kunnen ze die RZ-korting blijven houden met de oude voorwaarden. De dag dat het is gestemd of in het Staatsblad is verschenen, gelden de nieuwe voorwaarden. Ik zal zien wat het meeste kans heeft om juridisch stand te houden. Het zij retroactief, het zij die maatregel. Maar in elk geval zal vanaf het moment dat het parlement het heeft goedgekeurd en in het Staatsblad is verschenen, er geen RZ-korting meer zijn. Als jullie mij volgen, om daar mensen thuis voor te laten zitten. Collega Kerkbach, ik ben wat verbaasd. Uw Belga-bericht was positiever, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat is misschien verkeerd overgenomen door de pers. Maar natuurlijk, het alternatief dat u naar voren brengt, wat mijn bezorgdheid was, was dat we belastingsgeld op de juiste manier inzetten. Op een manier inzetten die mensen helpt van 55-plussers aan het werk te houden. En dat we geen belastingsgeld inzetten. En dat is de maatregel die ik voorstel. Dat is het accent dat ik nu naar voren breng. Is die 55-plusser helpen aan het werk te houden, doe je niet door een RZ-korting te geven aan die werkgevers die die werknemer thuis laten zitten. Voor de rest, mevrouw Kerkbach, komt meestal naar de commissie. Weet u welke maatregelen wij rond 55-plus buiten toolgroepenbeleid al hebben genomen. Dat zijn er heel veel. En dat heeft ook zijn effect. Want we hebben nog nooit meer 55-plussers aan het werk gehad in Vlaanderen dan vandaag. Dus de maatregelen die we nemen, het competentiebeleid die we nemen, het feit dat we mensen die werkloos worden in Vlaanderen niet meer, zoals in 2008, vanaf hun 52 afschrijven, maar nu begeleiding voorzien en nu al tot 61 en we gaan verder tot 65... Dat zijn de maatregelen die ervoor zorgen dat die mensen effectief aan het werk geraken en effectief aan het werk kunnen blijven. En daar, denk ik, mogen we fier over zijn wat we hebben gedaan. Maar het werk is helemaal nog niet af. Daar ben ik het mee eens. En dat is eigenlijk ook het antwoord aan collega Anouri. Ik ben het helemaal ook met u eens. Maar laat ons nu, en dat dringt zich nu op, niet belastingsgeld geven aan bedrijven die ervoor kiezen om mensen volledig of deels te blijven betalen om thuis te zitten. Maar laat ons dat geld dan maar verder investeren, zoals we vandaag bezig zijn, om mensen te stimuleren om langer te blijven werken. En dat wil ik ook naar de toekomst verder blijven doen. Meneer Botuinen, slotopmerking. Dank u wel, meneer Geen de minister. Geen bijkomende vragen meer veronderstellen. Ik zou nog een tijdje kunnen doorgaan, maar nee, we zijn het er allemaal over eens, denk ik, dat we 55-plussers op onze krappe arbeidsmarkt meer dan nodig hebben. We kunnen hun talenten niet zomaar langs de kant schuiven. En belastingsgeld gebruiken of misbruiken om ze af te danken is absoluut uit den boze. En ik ben blij dat u daar gaat controleren, dat u een stok achter de deur zoekt, dat u eventueel samenwerking met de federale overheid ook als geen taboe beschouwt. Ik denk dat dat ook een belangrijk signaal is. Dat is allemaal positief. En ik wil nog eens een lans breken om die begeleiding van 55-plussers naar een nieuwe job vooral daarop in te zetten. En zeker ook de 300 getroffen zelfstandige kantoorhouders en hun 1000 medewerkers niet te vergeten bij de uitwerking van het sociaal plan en de goedkeuring daarvan. Want ook zij verdienen uw steun en uw begeleiding om opnieuw kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Mevrouw Van Eetvelde. Ja,
Dank u wel, voorzitter en meneer de minister. Ik denk op dit moment vallen er zo'n 125.000 werknemers onder deze regeling. Ik denk dus dat het heel belangrijk is om misbruiken te vermijden, dat we zo snel mogelijk deze oneigenlijke gebruiken aanpakken. Dus ik heb gehoord dat de parlementaire weg zal volgen. U zal daar zeker en vast onze medewerking voor hebben om dit oneigenlijk gebruik aan te pakken. En ik denk het beeld dat nu gecreëerd wordt van die 55-plusser die thuisgezet wordt. Ik ben zelf 57, ik voel mezelf nog fit en jong en vitaal genoeg om 8 of 10 jaar te werken. Dus ik vind dat zeker een verkeerd signaal. En ik zou dan ook aan de bedrijven en de werkgevers en de ondernemingen vragen om inspanningen te doen om deze mensen zeker en vast aan de slag te houden. Heel goed. U bent al 57. Ik vind dat het er veel jonger uitziet. Oef. Volgende actuele vraag is van Bart Geron en Joke Schouwvlieg. Mevrouw Schouwvlieg is verontschuldigd, maar zit op dit moment op een milieuministerraad, veronderstel ik, in Malta. Meneer Van Dalen aan Joke Schouwvlieg en meneer Tobak aan Joke Schouwvlieg. Maar mevrouw Krivits is bereid om te antwoorden. En het gaat over de regelgeving inzake het gebruik van kankerverwekkende stof glyfosaat. Meneer Van Dalen die heeft het dan over de geloofwaardigheid van het European Food Safety Authority. En meneer Tobak vraagt over de onthullingen. Meneer Caron. Dank u wel, voorzitter, collega's, mevrouw de minister. Aangenaam. Om een vraag te stellen, we zullen straks evalueren. Hè. Laten we dat... het was niet uit het nieuws te branden, de schandaalsfeer die er deze dagen was rond het gebruik van Roundup, maar vooral van het bestanddeel glyfosaat uit die pesticiden. Omdat het eigenlijk al een heel lang dossier is, er is al heel veel oppositie tegen geweest, moeten we dat nog verlengen? En er waren tegenstrijdige studies over. Hè? De ene zei, Wereldgezondheidsorganisatie, het is mogelijk kankerverwekkend en uit voorzorg gebruik het beter niet. En de andere kant, de Europese Unie, die dan zei, ja, het is niet kankerverwekkend. En daar komt natuurlijk de kat op de koord. Die Europese beslissing of analyse is gebaseerd op wetenschappelijk materiaal dat door het bedrijf zelf ondersteund, gemaakt, gemanipuleerd is, zoals u wel. We hebben er ook verschillende professoren de voorbije dagen over gehoord. En in ieder geval totaal onbetrouwbaar. Dus overigens een grote les voor de Europese Unie. We kunnen het op Vlaanderen trekken. En vergelijken met onze buren. In Wallonië wordt het gebruik van glyfosaat voor particulieren vanaf 1 juni dit jaar verboden. En voor landbouwers vanaf 1 juni van volgend jaar. Ook in Nederland loopt er een procedure. En ook in een Brussels gewest is het gebruik helemaal verboden. Verkoop kan je niet verbieden, dat is een federale bevoegdheid, maar het gebruik wel. En dus is mijn vraag, waar wacht Vlaanderen eigenlijk op, enerzijds en anderzijds tegelijk, om het gebruik van dit, op die glyfosaat als bestanddeel gemaakte producten, om het gebruik daarvan te verbieden? Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Inderdaad, mevrouw de minister. De Europese Commissie probeerde heel lang om het... Nee, ik heb niks bij voor u. Ik wist niet dat u het zou zijn vandaag, anders had ik zeker iets bij gehad. We spreken af. Maar de Europese Commissie wou dus dat gebruik, de toelating, verlengen, maar kreeg daar nooit voldoende steun voor van de lidstaten. En heeft dan inderdaad voorlopig verlengd, met 18 maanden, ik dacht tot eind dit jaar. Nu, ondertussen, Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek concludeerde in de nazomer van 2015 dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend was. Maar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, het gerenommeerde EFSA, volgde niet, meer nog. In maart 2017 stelde het EFSA dat glyfosaat waarschijnlijk niet genotoxisch was en niet kankerverwekkend was. Baseerde zich hiervoor op studies, collega Caron heeft het al gezegd, die voor een deel ook door Monsanto waren aangeleverd. De voorbije dagen werd heel wat materiaal publiek gemaakt op bevel van een Amerikaanse rechtbank, vertrouwelijke correspondentie, waaruit op het eerste gezicht wel blijkt dat Monsanto wetenschappers heeft ingehuurd, collega's zoals u het zei, of studies zelf heeft gemaakt en dat dan mensen heeft laten ondertekenen of dat geprobeerd heeft. Ondertussen zegt Monsanto, ja, maar dat is fake nieuws. Hoe dan ook, mijn vraag aan u vormt de nieuwe informatie voor de minister een aanleiding om het standpunt binnen Europa te wijzigen en om hier in Vlaanderen maatregelen te nemen vanuit het fameuze voorzorgsprincipe. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. We waren trouwens met collega Caron eens dat collega Van Dalen tegenover mevrouw Krivits veel zachter is dan tegenover haar collega. In elk geval, ik ben blij dat hij zijn spuitbus niet bij heeft. Gezien de informatie die we de afgelopen dagen toch hebben gelezen en gezien, namelijk dat op basis van heel wat kennis, onder andere van het Nederland waar het product in het grondwater is aangetroffen, waaruit blijkt dat het zich veel meer bindt aan planten dan men gedacht had, waaruit blijkt dat inderdaad de Internationale Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Dus ik ben blij dat hij ze niet bij heeft, want er is toch duidelijk een immens probleem met dat product. Wat we vaststellen is dat Europa, jammer genoeg, blijkbaar bereid is om op basis van geheim gehouden informatie beslissingen te nemen over de volksgezondheid die iedereen rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen treffen. Op zich is dat al bijzonder verontrustend en zou het in principe toch minstens moeten zijn dat wanneer het gaat over publiek belang en volksgezondheid, dat je geen beslissingen neemt die alleen maar gemotiveerd worden door geheim gehouden rapporten. Dat soort van informatie zou hoe dan ook publiek moeten zijn. Maar in elk geval, denk ik, mevrouw de minister, is meer dan genoeg reden tot ongerustheid. En als je merkt dat bijna alle omliggende landen maatregelen hebben genomen om het gebruik van dit product te verbieden, op termijn voor iedereen, maar in de eerste plaats voor de consument, privaat, waar wacht Vlaanderen inderdaad op om dit ook te doen? In Wallonië mag het niet meer, in Brussel mag het niet meer, in Nederland, Frankrijk en Duitsland neemt men maatregelen. We gaan toch niet het laatste van alle omliggende landen zijn dat zijn volksgezondheid met zoveel slordigheid zou behandelen. Mevrouw Krivits, voormalig minister. Dank u wel. Dank u wel, collega's, voor deze uiteraard zeer actuele en interessante vraag. Maar ik zal jullie niet vermoeien met alle onderzoek dat al gedaan is naar de werking van glyfosaat. Maar sowieso, de uiteenzetting die door u allen is gedaan en de stelling van kijk, wat is er aan de hand en er moet duidelijkheid over komen, dat is zeer belangrijk. Ik vind het vrij beangstigend, het idee dat je niet meer zou kunnen vertrouwen op studies die gebeuren, studies waarop Europa zich baseert om al of niet toeletting te geven om een product te gebruiken. Nu, u weet dat vorig jaar, maar dat is hier ook al gezegd, de Europese autorisatie voor glyfosaat afliep. Men heeft dan gezegd, kijk, we zullen nog 18 maanden toeletting geven om het product op de markt te brengen. En ondertussen laten we nieuw onderzoek doen. Dus sowieso is het voor ons van belang dat we de resultaten van dat onderzoek afwachten. En dat, collega Tobak, u zegt, alles moet publiek worden. Lijkt me logisch als er een onderzoek besteld wordt bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, dat als men daarop een beslissing dan gaat baseren, dat men dat ook publiek zal maken. Dus wat dat betreft ben ik het zeker eens. Anderzijds, collega's, is het zo dat de productnormering op zich geen Vlaamse bevoegdheid is. Het is federale bevoegdheid. Collega Caron heeft dat ook gezegd. Dus daar kunnen we niet aan. Maar wat we wel kunnen doen in Vlaanderen is het gebruik regelen. Ik heb deze middag collega Schouwvlieg ook uitgebreid aan de telefoon gehad. Zij zit op dit ogenblik trouwens op een informele Europese raad. Heeft daar ook met een aantal collega's gesproken. En heeft ook zeer duidelijk gevraagd dat dit ook bediscussieerd zou worden binnen de lidstaten. En dat zeker de resultaten van het onderzoek, al zal het niet haar commissie zijn, maar wel de commissie waar ook de productnormering en de volksgezondheid over beslist, die zal beslissen, dat wij zeker een standpunt zullen innemen dat de studie die nu nog moet opgeleverd worden volgt. Ondertussen, collega's, is er inderdaad een grote bezorgdheid naar het gebruik van producten waar glyfosaat in zit, zowel door professionelen als door particulieren. En ik denk dat het inderdaad de tijd rijp is om toch vanuit het voorzorgsprincipe een aantal maatregelen te nemen. Collega Schouwvlieg heeft mij ook bevestigd dat zij zo spoedig mogelijk naar de Vlaamse regering zal komen met een besluit waarin ze vraagt om zeker het gebruik voor particulieren al of niet tijdelijk aan banden te leggen en voor professionelen te wachten tot het onderzoek er is van de studie, maar afhankelijk van de resultaten van de studie daar dan ook doortastend in te grijpen. Maar zeker voor particulieren, denk ik, is het nuttig om voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat, zoals u weet, voor particulieren het gebruik minder controleerbaar is. Mensen kopen dat en gebruiken dat en je weet niet op welke manier dat gebruikt wordt. Voor professionelen is dat anders. Dus vandaar dat we een tweetrapskadans zouden volgen. Eerst naar particulieren toe en daarna na de resultaten van de onderzoeken kijken hoe we het naar professionelen verder aanpakken. Nicole. Ja, er is een stap die gezet wordt in de goede richting in ieder geval. En het wordt nog duidelijker de komende weken. Het gaat al over onze hoeveelheid, hè, mevrouw. Het gaat over 2,8 miljoen ton glyfosaat die op onze
velden, maar ook langs spoorwegen en andere wegen wordt gebruikt. Reusachtige hoeveelheden. En ik denk dat het voorzorgsprincipe hier absoluut moet gelden. Ik zie trouwens ook geen andere reden waarom Vlaanderen allang het glyfosaatgebruik bij openbare diensten probeert in te dammen. Gemeenten mogen het eigenlijk niet meer doen of ze moeten uitzonderingen vragen. Ik wil nog één element eraan toevoegen. Gisteravond zei professor Tijdgat, en vandaag in de Standaard gisteren in Ter Zake, dat hij erg aandringt om toch ook voor professionele gebruikers maatregelen te nemen. 94% van de pesticiden die bij ons gebruikt worden, die ton die ik zei gaat over totale pesticidengebruik, wordt in de professionele land- en tuinbouw gebruikt. Dus daar zijn de risico's, ook voor de landbouwer zelf trouwens, voor het milieu er rond en voor de dieren zeer groot. Dus ik hoop en ik pleit er erg voor dat uit dat principe de Vlaamse regering het gebruik voldoet tot er duidelijkheid is. Meneer Van Dalen. Ja, minister, uiteraard is het belangrijk dat we over correcte, gevalideerde wetenschappelijke informatie beschikken. Dus ook in dit verhaal is dat zo. Maar de Monsanto Papers geven minstens de indruk dat er gesjoemeld werd met gegevens. En dat vermoeden zou natuurlijk een aanleiding kunnen zijn om vanuit het voorzorgsprincipe tijdelijke beperkingen op te leggen. Nu, producten enkel of alleen in de handel brengen op het ogenblik dat we absoluut zeker zijn dat er geen schadelijke gevolgen zijn, dat is natuurlijk het voorzorgsprincipe ten voeten uit. Maar dat is misschien een beetje te idealistisch, want ik denk dat de economie altijd sneller loopt. En denken we maar aan gsm's, aan niet-ioniserende straling, ook microgolfovens. Dat is ook nog nooit definitief uitgemaakt of dat schadelijk is of niet. Maar intussen zijn we daar toch allemaal mee aan de slag. Ik denk dat we in het geval van glyfosaat, laatste zin, voorzitter, nu toch wel een alarmsignaal gekregen hebben, duidelijk geweest, hè? Waardoor we inderdaad stappen moeten nemen. Ja, mevrouw de minister, ik ga u deels bedanken, want ik ben deels tevreden met het antwoord. Het zal natuurlijk een beetje van afhangen hoe snel collega Schouwvliegen naar de regering gaat met concrete voorstellen en hoe snel die goedgekeurd worden. Collega's, we hebben daar natuurlijk een aantal precedenten die niet noodzakelijk tot geruststellingen lopen, maar zwart. In elk geval, ik ben blij met het initiatief en met de intentie om toch op korte termijn voor particulieren te verbieden. Maar meer is mogelijk en meer zou eigenlijk nodig zijn, mevrouw de minister. Het is schrijnend om vast te stellen dat België een van de landen was die vorig jaar gepleit heeft voor het voortzetten van het gebruik van dit product. Tegen een hoop andere Europese landen, tegen al onze buurlanden die het eigenlijk wilden verbieden. Als we vandaag vaststellen dat we dat gedaan hebben op basis van vervalste of op zijn minst zeer twijfelachtige informatie, die puur de belangen van een multinational voor de volksgezondheid in al onze landen zet, ja, dan zou het moeten mogelijk zijn om iets proactiever te zijn dan dit. En wel degelijk vandaag al te praten over een globaal verbod, al was het maar tijdelijk, in Vlaanderen en in België. En ik hoop dat de Vlaamse regering dat standpunt zal innemen wanneer het gaat over Europees overleg. Wanneer het gaat over binnen Belgisch vaststellen van een standpunt. Laat ons hier niet de rem, maar de motor zijn. Want tot nog toe zijn we op dit vlak, jammer genoeg, de rem geweest. Wie wenst aan te sluiten? Mevrouw De Vroe. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, als er gesjoemeld werd, moet dit uiteraard bestraft worden. Wij streven naar transparantie en objectiviteit in deze. En ik ben in die mate ook tevreden met de reactie dat u hier gegeven heeft, de getrapste wijze dat het zal aangepakt worden en de voorzorgsprincipes, de maatregelen die daaromtrent zullen genomen worden. Ik had eigenlijk gewoon bijkomend nog willen informeren. In het verleden zijn er al informatiecampagnes vanuit Vlaanderen geweest, zoals Zonder is gezonder en dergelijke. Mijn vraag is ook of daar een nieuwe impuls zal gegeven worden. Meneer Sintebeen. Ja, voorzitter, ik heb natuurlijk begrip voor de bezorgdheid wat betreft het gebruik van glyfosaat. Maar ik heb evenzeer begrip natuurlijk voor de landbouworganisatie. En daarom ben ik blij natuurlijk dat u een verschil maakt tussen enerzijds privégebruik en anders professioneel gebruik. Maar natuurlijk, de hele kwestie zegt natuurlijk ook veel over de Europese instelling die hierover moet oordelen. Daarover heb ik niet zoveel gehoord. Want landbouworganisaties, ik moet zeggen dat de toelatingsprocedures om producten toe te laten in Europa toch vrij streng zijn en vrij uitgebreid zijn. En nu wordt eigenlijk de geloofwaardigheid van een Europese instelling die daar moet voor zorgen eigenlijk volledig ondergraven. Dus de vraag is eigenlijk, hoe kunnen wij, hoe kunnen landbouwers, hoe kunnen burgers eigenlijk nog vertrouwen geven aan Europese instellingen in deze? Mevrouw Fransen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, hartelijk dank voor het antwoord en ook aan de vraagstellers voor de interessante vraag, uiteraard. Ik ben ook tevreden dat het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd, in elk geval al naar particulieren toe. Nu, het is niet de eerste keer dat de objectiviteit van studies in vraag worden gesteld van studies die door de industrie worden gefinancierd. Dit is ook al ruim aan bod gekomen, onder meer door professor Bourguignon, endocrinoloog, tijdens onze hoorzittingen in het kader van het informatierapport Hormoonverstorende Stoffen in de Senaat. Het is toch een bekommernis die ik wil meegeven. Dat is dat we ons beleid ook mee vorm kunnen geven op basis van de objectieve wetenschappelijke studies van eigen bodem. We verwijzen naar professor Tijdhat, we verwijzen naar professor Bourguignon, die toch heel wat degelijk materiaal hebben om ons beleid daar ook sterker op af te stemmen. Mevrouw Krivits. Dank u wel, collega's. Ik zal proberen zeer duidelijk nog eens het standpunt weer te geven, zoals collega Schouwvliege het ook aan de Vlaamse regering zal voorstellen. Ten eerste, collega Fransen, uiteraard is het van belang dat we ook eigen wetenschappelijk onderzoek gebruiken bij eigen beslissingen die we moeten nemen. Dus wat dat betreft zeker akkoord. Ten tweede, ik heb het net ook gezegd, dit dossier is een dossier dat gaat ook over een Europese autorisatie. Het feit, collega's, dat de commissie een bijkomend onderzoek gevraagd heeft nadat het federaal voedselagentschap gezegd had, doe maar, toont net aan dat men zich toch wel zorgen maakt over de impact van het product. Dus die bijkomende studie is gevraagd. Ik vind het dan ook maar logisch dat wij het standpunt dat we innemen, zeker rond de professionelen, dat we ons daarop gaan baseren. En collega Schouwvliege heeft mij ook gezegd dat het voor haar zonder discussie is als het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen een advies geeft waarin ze zegt dat oorspronkelijk advies was onbetrouwbaar. Of er is schadelijkheid voor de gezondheid, dan zal zij niet aarzelen. Dan zal dat ook het standpunt zijn van Vlaanderen ten opzichte van de verdere autorisatie in dit dossier. En dan zullen we zeker niet in een situatie komen waarbij wij zouden betwisten dat wat in het onderzoek staat. Dus gaan we dat onderzoek volgen in onze standpuntvorming zonder probleem? Ja, ik vind dat ook maar logisch. Ten derde, ik vind ook wel dat de Europese Unie hier wel een zeer bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Allee, als je je enerzijds bezighoudt met de kromming van een komkommer, moet je ook toch wel zeer zorgzaam zijn als het gaat over toelatingen geven van producten. Zijn ze gezond of zijn ze niet gezond? Dus ik vind dat hier toch een bijzondere verantwoordelijkheid rust op zij die deze toelating zullen geven. Collega Tobak, u zei, ja, ik zou liefst van al hebben dat je beslist om het niet in de handel te brengen. Dat kunnen we niet. We zijn als Vlaanderen niet bevoegd over de discussie of het nu toegelaten is dat het product in de handel komt of niet. Dat is een federale bevoegdheid en ik ga ervan uit dat de federale collega's ook no-gold-plating zullen doen en zullen zeggen, kijk, wij baseren ons op datgene wat Europa beslist, maar ik ben daar niet... Allez, het is collega Schouwvliege, maar mocht zij hier fysiek... maar ik ben daar eigenlijk vandaag, dus... Maar het is mijn bevoegdheid niet. Allez. Dan tot slot, het voorzorgsprincipe, daar proberen we eigenlijk een beetje het beste van twee werelden te nemen. Zomaar zeggen, op basis van een autorisatie die verleend is en een beleid dat we voeren, voilà, vanaf morgen het is gedaan, ook voor professionelen, dat zou ik zeer onkies vinden om dat te doen. Ook onze andere collega's, de Franstaligen, doen dat ook niet. Die zeggen, voor professionelen is het later. Maar ik vind het wel van belang dat we de resultaten van de studie meenemen in de manier waarop dat we er in de toekomst naar kijken. Maar twee voor particulieren. Ik herhaal mij, maar omdat het gevraagd wordt, lijkt het mij nodig. Voor particulieren lijkt het mij wel zinvol om in kader van het voorzorgsprincipe minstens tijdelijk maatregelen uit te vaardigen. Kan collega De Vroe zeker nog een campagne komen? Ik zal dat meegeven aan collega Schouwvliege. Zij zal zeker als ambassadeur willen ook op de affiches spreken als dat nodig zou zijn. Dus dat is oké. Maar ik denk dat we wel in kader van datgene wat gebeurd is moeten overwegen om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, zonder te overdrijven. Maar nou, collega's, en dat is mijn slot. Ik vind dit dossier, dat hier de geloofwaardigheid ook van de commissie moet, dat we daarop moeten vertrouwen. En voor mij staat ze hier ook wel op het spel. Ofwel is er iets aan de hand, ofwel is er niets aan de hand. Maar daarvoor zal dat bijkomende onderzoek zeker verder uitsluitsel brengen. Meneer Caron, slotopmerking. Ja, het is een verhaal dat twee dingen toont als bepaalde grote multinationals te veel macht krijgen in de wereld. Dat is zelfs het wetenschappelijk onderzoek van de Europese Unie, het is niet van Vlaanderen, het kleine Vlaanderen, hè, kunnen beïnvloeden, manipuleren. Dat is toch totaal onaanvaardbaar. Het moet absoluut een prioriteit zijn voor Europa om zijn eigen voedselnormen te bepalen. Twee, het is natuurlijk ook een gevolg van het type landbouw, hè, collega's.
intense landbouw die heel veel moet produceren en waarop heel veel moet gespoten worden, want dat ene spuitje gras, bij wijze van spreken, zou wel de opbrengst kunnen verminderen. Er zijn veel alternatieven, dat weet u. Ik ben een fietser, ik ben de voorbije maanden talloze velden voorbijgereden die roestbruin stonden. U kent het wel. Graslanden die bruin gespoten worden. Ploeg die gewoon om, zet er een eg op. En het zal wat langer duren voordat het gras verteert. Maar er zijn alternatieven, ook in de bio-toepassingen, voor de reguliere landbouw zijn er toepassingen. En ik hoop dat de beslissing dan niet lang wegblijft. En zeker niet zo lang als die van pakweg de bescherming van de waardevolle bos. Meneer Van Dalen. Ja, minister, ik twijfel nu eigenlijk al de hele tijd wie ik het liefste heb. De oude minister van Leefmilieu of de nieuwe? Voorzitter, we hebben met vele collega's vandaag een button opgespeld om de strijd tegen kanker te ondersteunen. Het opspelden van buttons, dat is natuurlijk één ding. Maar ik denk dat het nemen van politieke beslissingen, die ook inderdaad de strijd tegen kanker vooruit helpen, dat dit, we weten dat allemaal, dat dit veel ingewikkelder en veel moeilijker is. Maar laten we het in elk geval proberen. Dank u. Meneer Tobak. Ja, mevrouw de minister, ik was een beetje gechoqueerd toen u het over goldplating had. Want als ik me niet vergis, is onder meer in Nederland het gebruik van dit product op kleigronden in de landbouw verboden. Niet omdat men aan goldplating wil doen, maar omdat men vastgesteld heeft dat het teruggevonden wordt in het grondwater en dus een gevaar is voor de volksgezondheid. Zorgen voor de volksgezondheid, voorzichtig omspringen met de gezondheid van de mensen in dit land of in deze regio, dat is geen goldplating, dat is verantwoordelijkheid nemen. Ook als men daarvoor een aantal beslissingen moet nemen die tegen de kar van een aantal sectoren of tegen een aantal bedrijven ingaat. Dat is gewoon verantwoordelijk bestuur. Als de Vlaamse regering dat maar trapsgewijs en met stapjes wil doen, dan vind ik dat jammer, dan vind ik die stapjes op zich misschien positief, maar is het bijzonder jammer dat u niet ver genoeg wil gaan en dat u die risico's blijkbaar niet wil nemen. En dan zullen collega Van Dalen en anderen die ik hier met die buttons zie zitten, dan zullen al de buttons van die wereld niet helpen om de besluiteloosheid te compenseren die op dit moment de volksgezondheid in gevaar brengt. Dank u wel. Volgende actuele vraag van Kathleen Krekers aan Hilde Krevits en die gaat over de onrust op de scholen bij de uitrol van het ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet. Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, mevrouw de minister, ik ga u inderdaad bevragen over het ondersteuningsmodel dat u opzet in verband met het inclusief onderwijs, in verband met het M-decreet. Nu, er is heel wat ongerustheid over. Ik weet dat daar achter de schermen heel hard aan gewerkt wordt, maar er is heel veel onduidelijkheid, want er zijn eigenlijk nog niet veel knopen doorgehakt. In het begin van de paasvakantie had u wel goed nieuws, omtrent de 150 miljoen die u gaat inzetten en dat u die gaat vertalen in 300 extra handen, meer specifiek voor kinderen met gedragsproblematieken en kleuters met het syndroom van Down. Mijn eerste reactie was oké, heel fijn, maar hoe gaat de minister garanderen dat die handen effectief ook bij die kinderen en bij die leerkrachten terechtkomen? Daarnaast hebben we de afgelopen dagen de ongerustheid van de leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs. Ik denk dat daar, minister, misschien toch een aantal kansen misgelopen zijn in de voorbije jaren van heel de uitwerking van waarborgen en dergelijke meer. Want het is natuurlijk zo dat nu heel terecht leerkrachten van het buitengewoon onderwijs vrezen voor hun job. Er zijn er die inderdaad niet meer te werk kunnen gesteld worden in de school van buitengewoon onderwijs en ook niet zullen in aanmerking komen om in het onderwijsmodel te kunnen instappen, omdat ze bij wijze van spreken niet de nodige papieren, de juiste papieren hebben, omdat de personeelsregelgeving niet voldoende is aangepast. Dus er zijn een aantal leerkrachten die niet in aanmerking kunnen komen om in het onderwijs, in het ondersteuningsmodel te werk gesteld te worden. Dus die verliezen gewoon hun job, er gaat dus expertise verloren. Daarnaast hebben we ook het GON gegeven, dat is een heel belangrijke, de individuele ondersteuning van de leerling. Er zijn heel veel ongerustheden daaromtrent, omdat ik ook vernomen heb gisteren dat de GON sowieso zou stoppen met datum van 1 september 2017. Er is dus heel veel angst voor die leerlingen die juist zo kwetsbaar zijn, die ook in het onderwijs kunnen blijven dankzij die individuele ondersteuning, dat zij bij wijze van spreken een beetje losgelaten gaan worden. En zowel ouders, leerkrachten als leerlingen zijn daar heel ongerust over. Mijn vraag, minister, is dan ook van kijk, hoe kan u die ongerustheid wegnemen met betrekking tot de leerkrachten buitengewoon onderwijs, met betrekking tot de GON en heel de praktische uitrol van dit hele gegeven? Hokkewits. Dank u wel, collega Krekels. Ik kan eigenlijk vrij kort zijn. Ten eerste, op 2 mei komt de stuurgroep samen om de effecten van de beslissing die we genomen hebben op de laatste regering voor de paasvakantie om vanaf volgend schooljaar
15 miljoen euro extra recurrent elk jaar te voorzien om kinderen met bijzondere zorgnoden op het terrein en in de klas te helpen, komt die stuurgroep samen. Daar zullen alle problemen die er zijn en alle zorgen die er zijn ook bekeken worden. Ten tweede, ik ben een beetje verbaasd als u zegt van de manier waarop we de vorige jaren omgesprongen zijn met de waarborg. Die waarborg is decretaal vastgelegd. Elke euro vanuit het buitengewoon onderwijs die niet meer ingezet kan worden omdat er meer kinderen school lopen in het gewoon onderwijs, die wordt gebruikt voor de ondersteuning van kinderen en leerkrachten uiteraard in het gewoon onderwijs. Voor volgend jaar betekent dat opnieuw dat er bijna 10 miljoen euro extra vrijkomt om kinderen te steunen. Dus in het kader van de waarborg, die loopt volgend jaar op tot 25 miljoen. Daarbovenop hebben we de 15 miljoen euro voor extra leerkrachten, ook in het kader van de begeleiding. En de GON-budgetten blijven op 63 miljoen euro. Dus in totaal krijg je een heel groot palet aan middelen die bedoeld zijn om kinderen te ondersteunen. Dus dat zijn de budgetten. Dus die worden eigenlijk zeer, zeer aanzienlijk opgetrokken vanaf 1 september. Dat heeft natuurlijk zijn consequenties, maar waar ga je die inzetten? Een van de grootste kritieken die ik de voorbije periode gehoord heb, is er zijn regio's in Vlaanderen waar dat fantastisch loopt, die samenwerking tussen dat gewoon en dat buitengewoon. Maar er zijn regio's ook waar scholen zeggen, ja, maar wij zitten niet in zo'n netwerk en wij hebben eigenlijk geen extra's die wij krijgen. Dus vanaf 1 september is mijn grootste bekommernis dat we Vlaanderen breed een samenwerking krijgen van scholen buitengewoon onderwijs en dat zo alle ondersteuningsnoden die er zijn in de klas vanuit het buitengewoon onderwijs kunnen zorgen voor ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondersteuning voor de kinderen en ondersteuning uiteraard ook voor de leerkracht. Dat is dus het tweede bundel. En ten derde, collega Krekels, wat voor mij heel cruciaal is, is dat wat u eerst zei, dat men grote ongerustheid heeft over de personeelsafvloeien die zouden gebeuren. Ja, dat is natuurlijk te gek, hè. Dus sowieso zal het niet met mij zijn dat men nu situaties gaat creëren waar mensen een job verliezen. Het is net bedoeld om extra volk te kunnen te werk stellen om kinderen te ondersteunen. Dus op 2 mei zal dat ook voor mij een zeer belangrijk aandachtspunt zijn dat we zeker niet in een situatie komen waarbij mensen in scholen buitengewoon onderwijs hun job verliezen. Wat de vorige jaren trouwens wel het geval kon zijn door de plaatsen waar die netwerken aan de slag gingen. Maar dit zou vanaf 1 september echt niet meer aan de orde mogen zijn. En ik zal daar ook persoonlijk op toezien. Mevrouw Kregels. Ja, om op dat laatste weg verder te gaan, is het natuurlijk inderdaad zo dat een aantal leerkrachten gewoon omwille van de personeelsreglementering, omwille van de diploma's en dergelijke die vereist zijn, wel terecht kunnen in het bijzonder onderwijs, als vakleerkrachten daar bijvoorbeeld ook te werk gesteld worden, maar dus niet in staat zijn om met de papieren die ze hebben effectief in zo'n onderwijsnetwerk of in het netwerk, ondersteuningsnetwerk, te kunnen functioneren. En dat is natuurlijk de vraag van ook vooral die leerkrachten die zeggen van ja, kijk, er is geen plaats voor ons, want er zijn minder leerlingen en waar gaan wij nu naartoe gaan? Nu, over het feit om heel Vlaanderen breed te kunnen bedienen, zal ik maar zeggen, is het natuurlijk wel zo. U heeft het ook gezegd, er zijn een aantal ondersteuningsnetwerken die zich spontaan vanuit de basis hebben opgewerkt, die ook heel goed functioneren. Ik zou dan ook willen vragen, mevrouw de minister, om vanuit die netwerken te vertrekken, om hen ook te voorzien van middelen, om hen dan inderdaad Vlaanderen breed te laten uitwerken, zodat ieder kind, iedere leerkracht bediend wordt vanuit die netwerken. En ik denk, mevrouw, en daar gaat u een statement in maken, dat dit ook net overschrijdend zal moeten gebeuren. Ik hoor van het katholiek onderwijs en van het school dat zij niet bereid zijn om dat net overschrijdend te doen en dat zij dat net gebonden willen houden, heel dat ondersteuningsnetwerk. Ik denk dat dit niet kan. Het zal net overschrijdend zijn als het functioneel moet zijn en anders gaat het niet lukken. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Mulleman. Nee, het was eigenlijk eerst mevrouw Genee, maar omdat jij het zei, mocht jij eerst. Mevrouw Mulleman. Ja. Ik keek al kwaad. Nee, totaal niet, maar wel in de war natuurlijk. En volledig mijn kluts kwijt. Maar goed, ik probeer hem terug te vinden. Zo'n onnozel wat kan ik toch niet zeggen. Mevrouw de minister, u probeert ons wel gerust te stellen. Maar ik denk dat de tijd toch wel echt dringt. We zijn op 2 maanden voor het einde van het schooljaar. En er zijn dus een hele hoop leerkrachten. We hebben allemaal de wanhoopskreet gehoord van de leerkracht die u een open brief geschreven heeft op de radio. Uit het buitengewoon onderwijs.
Die hebben nog geen flauw idee waar ze volgend jaar te werk zullen gesteld zijn, wat hun statuut zal zijn, in welke regio, wat ze precies zullen moeten doen, of er al dan niet verplaatsingsvergoedingen zullen komen en wat hun functie zal zijn, wat hun job zal zijn. Het is effectief zo dat er leerkrachten in het buitengewoon onderwijs een job zullen verliezen, dat het grondsysteem ophoudt te bestaan, dat de waarborgregeling vervangen wordt door een nieuw ondersteuningsmodel, maar het is dus nog absoluut niet duidelijk hoe dat er zal uitzien. Ik begrijp die ongerustheid absoluut en ik vind dat gerechtvaardigd, mevrouw de minister, op 2 maanden van het einde van het schooljaar nog zo weinig geweten. Goed. De leerkracht zei, goed onderwijs lukt alleen met geruste leerkrachten, mevrouw de minister. Ik denk dat het dringend tijd wordt dat u klaarheid schept. Mevrouw Genee. Ja, ik wil me aansluiten bij de collega's, mevrouw de minister. De bezorgdheid en de onrust op het terrein wordt stilaan echt te groot om goed te zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben u gefeliciteerd omdat u 15 miljoen extra zij vrij te maken in het kader van het M-decreet. Begrijp ik het dan goed dat we vanaf volgend jaar in de onderwijsbegroting van 560 miljoen euro specifiek voor zorg mogen terugvinden? Want in uw nota zorgondersteuningsmodel verwijst u naar 545 miljoen die u vandaag al inzet. We gaan dat uiteraard van heel nabij monitoren. Maar voor onze SPA-fractie is het echt cruciaal dat zorg het individuele kind toekomt en dat daar ook ruimte voor blijft in het nieuwe model en dat zorg, of het nu in het gemeenschapsonderwijs of het katholiek onderwijs of in een ander vrij onderwijsnet wordt aangeboden, dat die dezelfde maatwerk biedt en dat moet je ook afdwingen, denk ik, van de onderwijsverstrijders. Meneer de Meijer. Voorzitter, minister, collega's, dat er vandaag hier en daar nog een vraag is in verband met de implementatie van de voorgestelde maatregelen, dat vind ik eerlijk gezegd niet abnormaal. Dat betekent niet dat we niet moeten proberen zo snel mogelijk die zorgen weg te werken. Sommige collega's wil ik er toch even aan herinneren dat we in vorige legislaturen soms in de maand juli, en ik heb dat altijd bestreden, genummerde decreten moesten goedkeuren die ingingen op 1 september. Even ter herinnering. Het goede nieuws is toch, collega's, enerzijds 15 miljoen euro extra voor ondersteuning en anderzijds maximaal behoud van de personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs in het onderwijsveld. Dit is toch een dubbele, geruststellende boodschap. Ik had wel een aanvullende vraag, mevrouw de minister. De onderwijskoepels moeten ook samenwerkingsverbanden tot stand brengen. Hebt u er vandaag reeds zicht op tegen wanneer dit zou gebeuren? Want dit is ook een element in het kader van de implementatie van de maatregelen. Meneer De Roo. Ja, collega's, mevrouw de minister, het laatste punt van mevrouw Krekels, daar wil ik toch nog even op doorgaan. Als het inderdaad zo is, een jaar nadat dit Vlaams parlement voor de waarborgregeling secundair, kamerbreed een amendement heeft aangenomen dat binnen het officieel onderwijs netoverschrijdend werken niet aanmoedigt, maar verplicht, als een jaar nadien, met heel goede ervaringen op het terrein, met een moeilijke start, maar met goede ervaringen op het terrein, nu de koepels menen te moeten zeggen tegen de vertegenwoordigers van het volk, wij doen onze goesting, dan zal het zonder mij zijn. Ik zeg dat heel klaar, als er hier in dit parlement aan een decreet moet gesleuteld worden dat minder ver gaat dan wat we hier vorig jaar unaniem gestemd hebben, dan mogen Lieve, Raymonda, Patrick en Griet terugkomen naar dit parlement en ons dan uitleggen waarom dat niet gaat en waarom dat zij dat dan op dat vlak beter weten dan dit Vlaams parlement. Want dat, als dat signaal klopt wat mevrouw Krekels zegt, dat kan ik absoluut niet appreciëren. En onze partij staat voor netoverschrijdende samenwerking in het kader van ondersteuning van scholen en vooral van kinderen. Mevrouw Kevits. Dank u wel, collega's. Ik probeer hier zo goed mogelijk de rust te bewaren. Ten eerste, wij, collega's, die 15 miljoen euro extra, die moet zelfs nog gestemd worden, niet, in het Vlaams parlement. Dus we hebben die bij de budgetcontrole hebben we die ingeschreven. Dus wij zijn nu voluit bezig met de uitrol al. En we zijn dat was de vrijdag voor de paasvakantie. In de paasvakantie is het vrij moeilijk om grote overlegmomenten met stuurgroepen te doen. Dat weten jullie allemaal. Dus we doen dat nu op 2 mei. En het is de bedoeling om op 2 mei erdoor te geraken op alle fronten. Ik heb gisteren nog een ronde laten doen
bij alle participanten of ze bereid zijn. Dus ik ken de zorgen ondertussen. Het is goed dat u mij allen nog eens op de zorgen duidt. Wilt je erdoor geraken of niet? Of gaan we die 15 miljoen niet inzetten volgend jaar en doen we een beetje voort zoals we bezig zijn? Gaat er nog een jaar verloren, waardoor er effectief op het terrein scholen zijn die geen extra ondersteuning krijgen? Wel, ik pas daarvoor, hè. Ik wil voluit die extra middelen kunnen inzetten en wil een Vlaanderen brede dekking, zodat elk kind dat bijzondere zorg nodig heeft ook recht krijgt en ondersteuning krijgt vanuit ons buitengewoon onderwijs. Dus laat ons daar heel duidelijk over zijn. Dat is mijn hoofddoel. En dat we nu inderdaad een klein beetje sneller moeten werken daarvoor, dat is toch niet zo erg? Laat ons de handen in elkaar slaan en proberen om dat geregeld te krijgen. Collega Duro, ik vind ook dat er net overstijgend samengewerkt moet worden, maar ik ben het niet eens dat we daar weer een structuur voor gaan maken. Alles in die structuur stoppen. Dus dat, voilà, ah, wel, we zijn het dan eens. Dat betekent dus, collega Duro, dat scholen en collega Krekels, dat wij de vrijheid gegeven hebben aan de scholen om zich te organiseren. Niet aan de koepels. Aan de scholen hebben we de vrijheid gegeven om zich te organiseren. Zij moeten dat doen. En we hebben ook geëist dat ze gaan samenwerken. Samenwerken betekent niet dat je in dezelfde, met twee aan dezelfde bureau moet zitten, maar dat je samenwerkt in functie van één doel, namelijk ervoor zorgen dat elk kind dat noden heeft, ondersteund kan worden. En de versterking van de leerkrachten hoort daarbij. Ik ben bijzonder ongelukkig, collega's, en ik heb er al een paar keer gezegd, als ik de resultaten zie van het GOM-beleid van de voorbije jaren en zie dat kinderen soms 2 uurtjes ondersteuning kregen per week, maar dat de leerkrachten daardoor niet sterker geworden zijn en dat we dus eigenlijk geen stap voorwaarts geraakt zijn in het globale zorgbeleid in scholen. Ik wil dat veranderen. Dat betekent alle middelen in een pot. Alle scholen doen samenwerken op het terrein. Ze mogen kiezen. Wie was die zei? Vertrek vanuit de bestaande netwerken. Iemand heeft dat zo gezegd. Ik vind dat een goed idee, maar laat ze zich verenigen op het terrein. En voor mij is het van belang dat we tegen 30 juni een goed model hebben. Dat we weten dat elke school in Vlaanderen weet waar de ondersteuning kan gevraagd worden. Voor de blinde en de dove kinderen is ze zelfs persoonsvolgend. Dus de open end is daar ook voorzien. Dus het is mogelijk om het geregeld te krijgen, collega's. Maar laat ons alstublieft daarvoor de handen in elkaar slaan. En datgene doen wat nodig is om te vermijden dat we nog een schooljaar werken op de manier zoals het de voorbije 2 jaren gebeurd is. Collega's, dit dossier is voor mij, dat weten jullie, bijzonder belangrijk. Kon ik het al allemaal voorzien hebben voor de budgetcontrole? Nee, omdat de extra middelen er pas gekomen zijn vlak voor het paasreces en ze moeten hier uiteraard nog gestemd zijn. Zal ik met jullie zorgen rekening houden? Uiteraard. Maar ik ben wat verrast over dat het feit dat twee collega's, zowel collega Krekels als collega Mulleman, zeggen ja, sommige mensen hebben het juiste diploma. Ik ben op dit ogenblik de statuten niet aan het wijzigen. Nee. Dus de manier waarop mensen in het verleden ingezet worden en de kwalificaties, daar moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden. Want ik wil niet dat er expertise verdwijnt. Dat is ook mijn grote zorg, dat mensen met jarenlange ervaring plots in een zwart gat zouden vallen. En tot slot wil ik eventjes verwijzen ook naar de woorden collega De Meijer. Verdorie, ik was eventjes in de war. Ik weet niet hoe het komt. U was mij precies aan het hypnotiseren, waardoor ik uw naam vergat. Zou ik even willen... de 50 nadert ook bij mij, dus ik vergeet soms alles iets. Maar collega De Meijer, ik wil ook eventjes naar uw laatste woorden verwijzen. Maar we moeten het veld hier ook een klein beetje vertrouwen geven om zich te organiseren. En als ik het allemaal zelf doe, is iedereen kwaad dat ik het allemaal wil organiseren. Hier hebben we samen gekozen om het veld zich te laten organiseren. Goed. Ik vind het van belang dat men voluit nu van die mogelijkheden gebruik maakt. Maar nog eens, voorzitter, tot slot. We doen dit in het belang van kinderen die ondersteuningsnoden hebben. En we moeten verdikken daarvoor alle krachten bundelen. Mevrouw Krekels. Ja, mevrouw de minister, de laatste wil ik zeker onderstrepen. Het gaat uiteraard over die kinderen, over die individuele ondersteuning. En daarom wil ik toch nog wel eens pleiten voor het principe van GON. U zegt dat het de kinderen waren die ondersteuning kregen en de leerkrachten op hun honger bleven zitten. Maar sinds 2012, sinds de evaluatie van de GON, hebben zij inderdaad hun visie daarom verbreed. En kan ik toch echt wel persoonlijk getuigen dat heel veel leerkrachten ook heel veel ondersteuning van die GON-mensen hebben ondervonden. Dus die expertise van die GON, die mogen wij echt niet verloren laten gaan. Het is niet zo dat competentiebegeleiders van nu al die kennis hebben die GON-begeleiders over al die jaren hebben vergaard. Dat is toch een heel belangrijke. En dan ten tweede toch nog wel eens heel duidelijk stellen dat de visie vanuit de basis, vanuit de leerkrachten en directies, niet altijd die visie vanuit de
koepels en hun net is. Zij hebben soms een andere kijk op hoe dat alles georganiseerd moet worden. De basis, de directies staan veel meer open voor dat netoverschrijdende dan wat wij vernemen van de koepels. En ik denk, mevrouw de minister, dat u daar echt wel een statement moet maken en echt een stevig standpunt wil doen. Wat ik onderstreep daarbij de woorden van collega De Roo. Er bestaan ondersteuningswerken, laat die verder gaan, laat die Vlaanderen breed zich organiseren. Dat zijn fantastische organisaties die nu bezig zijn, nog niet overal. Goed. Maar laat hen de kans om dat te doen en geef hen dan ook rechtstreeks de middelen daarvoor. Mevrouw Brusselen, we vragen mevrouw Krevits en die gaat over de lessen Frans in het basisonderwijs naar aanleiding van het inspectierapport Onderwijsspiegel 2017. La vie en rose. Bonjour, chers collègues. Mevrouw de minister, de onderwijsspiegel kwam met een opmerkelijk onderzoek. Voor veel mensen opmerkelijk, voor mij helaas niet zo opmerkelijk, want het is een pijnpunt. 1/3 van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft aan onvoldoende het Frans te beheersen, onvoldoende Frans te durven spreken voor de klas. De inspectie stelt ook vast dat 1/3 van die onderwijzers het leerplan met de nieuwe leerplandoelen van 2010 onvoldoende kent en er niet in slaagt om hun leerlingen de communicatieve vaardigheden bij te brengen. Woordenschat en grammatica, de noodzakelijke bouwstenen, laten we daarover geen twijfel zaaien, die worden wel goed aangebracht, maar de communicatieve vaardigheden niet, hoe essentieel ze ook zijn. Dus, mevrouw de minister, denk ik dat de lat hoger moet in de lerarenopleiding. Dat er kan bijgeschoold worden, dat het Frans, het staat in het curriculum, dat het ernstig moet genomen worden. Ten tweede, mevrouw de minister, denk ik ook dat er een mogelijkheid is om nu al de juiste leerkrachten voor Frans aan te stellen. Alleen zien we dat er weinig gebruik gemaakt wordt van die mogelijkheid. Dus de vakleerkrachten Frans, die worden niet zo vaak aangesteld in het basisonderwijs. 2%. 2% van de leerkrachten die Frans onderwijzen in het basisonderwijs zijn vakleerkrachten Frans. Gezien de problematiek die er is en die gekend is, niet sinds gisteren, is dat wel een pijnpunt. Dus, mevrouw de minister, hoe zal u, gebruikmakende van de hervorming van de lerarenopleiding en de hervorming van de lerarenloopbaan, de kwaliteit van de les Frans verhogen. Dank u. Madame Krevits. Cher president. Wel, collega Brussel, misschien moeten we u in eerste instantie eens langs alle scholen in Vlaanderen sturen om de spreekvaardigheid wat aan te wakkeren. Maar dan zult u minder tijd hebben natuurlijk om naar de commissie onderwijs te komen. En ze daar twee vliegen in één klap noemen ze dat. Voilà, dat is twee keer bingo. Maar collega's, alle gekheid op een stokje. Een paar opmerkingen opens de onderwijsspiegel. Ik was een beetje ontgoocheld toen ik vanmorgen een aantal krantenartikels zag van journalisten die niet op de persconferentie aanwezig waren. En die schreven dat de kwaliteit van het onderwijs Frans ondermaats is. Dat is absoluut niet aangetoond en dat is absoluut niet de boodschap van onze inspectie. Laat mij daarmee starten. Wat heeft onze inspectie vastgesteld? In het basisonderwijs twee zaken. U hebt ze eigenlijk heel correct vermeld. Ten eerste, dat leerkrachten in de zelfperceptie geen durf hebben om Frans te spreken. En dat ze zich, waar eigenlijk in het lager onderwijs, als je Frans leert, de liefde van de taal leer je door ze te spreken, dat is denk ik vrij logisch, iedereen begrijpt dat, in de plaats van dit principe toe te passen, gaat men zich toepassen op het leren schrijven, goede spelling, goede grammatica en invulboekjes invullen, zodat men minder moet spreken. Dat is natuurlijk fout. Dus daar moeten we absoluut aan werken. Om te kijken of de kwaliteit van het Frans en de output bij onze leerlingen of die oké is, zal ik in het najaar peilingproeven Frans organiseren in onze basisscholen. Dus collega's, dit jaar, eind dit jaar, zullen we de resultaten daarvan kennen en zullen we weten hoe het gesteld is met de kennis van het Frans in het basisonderwijs. Twee, wat de leerkrachten betreft, denk ik dat er een aantal zaken moeten bijgestuurd worden. Ten eerste zien we dat in de instapproef die we nu, Daniels, in de niet bindende toelatingsproef die we nu organiseren voor wie start in het, als leerkracht in het, als om onderwijzer te worden,
zien we dat de kennis van het Frans wel problematisch is. Men verwacht eigenlijk dat wie opgeleid is als onderwijzer, dat hij voor spreken niveau B2 haalt, voor schrijven niveau B1. De helft van de leerlingen haalt dat niveau al bij de start van de opleiding, maar de andere helft haalt dat niet en zit zelfs voor 10% op niveau A1. Dat is dus veel te laag. Daar moeten heel sterke remedieringstrajecten voor gevolgd worden. Collega Brussel, ik ben het met u niet eens als u zegt vakleerkrachten moeten maar de oplossing zijn. Dat kan de oplossing zijn, maar daar zegt onze inspectie, ze ontbreken soms de goede didactiek om in het lager onderwijs les te geven. Maar ik vind dat elke onderwijzer die afstudeert in staat moet zijn om op een kwalitatieve wijze de lessen Frans te geven. Dus dat betekent dat naast het aanscherpen van de kennis, het ook in de opleiding van belang zal zijn dat de didactiek, waarbij spreken in het basisonderwijs op de eerste plaats komt en daarna spelling en grammatica, dat daar, maar ze zijn ook belangrijk, hè, spelling en grammatica, maar ze zijn ondersteunend naar het spreken toe, dat daar volop in de opleiding meer de focus op gelegd wordt. Mevrouw Brussel. Het is niet zo dat vakleerkrachten de enige zaligmakende oplossing zouden zijn. Maar het probleem van de didactiek dat u aankaart, zit niet alleen bij die vakleerkrachten die nu in het eerste en het tweede middelbaar lesgeven. Het probleem van de didactiek zit blijkbaar, wat het spreken betreft, en de communicatieve vaardigheden bij heel wat leerkrachten om die vreemde taal aan te leren. Dus dat moet absoluut aangepakt worden. Als blijkt uit de instapproef, wat we eigenlijk al geruime tijd weten van het werkveld zelf, dat de kennis van het Frans onvoldoende is, dan moet men de lat in het hoger onderwijs ook hoger leggen. En valt het niet binnen de 60 studiepunten, die remediering, dan valt het daar niet binnen. Dan vraagt men een extra inspanning. Heeft u echt de ambitie om het mooiste beroep ter wereld te gaan uitoefenen? Dan moet u dat goed willen doen in alle facetten. Dan gaat dat over perfect Nederlands. Dan gaat dat ook over zeer goed Frans spreken. Niet alleen over die ene moedertaal die men doorgeeft. Niet alleen over de lessen rekenen, maar ook over de lessen wetenschappen en wereldoriëntatie. Dat gaat over heel wat dingen en dat moeten ze dan goed kunnen. En de lerarenopleiding moet daarin de lat hoger leggen dan vandaag, mevrouw de minister. Wens iemand aan te sluiten? Mevrouw Meulman. Ja, mevrouw de minister, ik vind het eigenlijk ook echt doodjammer dat net op vlak van die mondelinge vaardigheden die eindtermen niet of te weinig gehaald worden. Hè. Op het moment dat kinderen nog zo weinig schroom hebben, nog zo onbevangen zijn, zoveel zin en plezier hebben in het praten van de taal, moeten ze daar maximaal in aangemoedigd worden, denk ik, in het lager onderwijs. En dan doet het pijn om te lezen in de onderwijsspiegel dat inderdaad op alle vlakken het daaraan toch wat ontbreekt. Op vlak van evaluatie wordt er te veel op grammatica geëvalueerd, op vlak van materiaal. ICT is er te weinig aanwezig om die klemtoon te leggen op die mondelinge vaardigheden. Dus mevrouw de minister, ik zou ook vragen om daar echt op in te zetten, zeker in het lager onderwijs. Ik denk bijvoorbeeld, en dat wordt ook gevraagd in de onderwijsspiegel, om CLIL, het geven van andere vakken in een andere taal, om de regelgeving te versoepelen en dat bijvoorbeeld ook toe te laten in het lager onderwijs. Want daar ligt natuurlijk de hele focus op die mondelinge vaardigheden. En ook, mevrouw de minister, en zeker in de lerarenopleiding, als je daar ook andere vakken in een andere taal zou krijgen, dan denk ik dat we de kwaliteit van die mondelinge vaardigheden voor onze leerkrachten echt zouden kunnen verhogen. Meneer Daniels. Ja, dank u wel, collega's. Ik ben eigenlijk blij met het rapport van de inspectie. En ik denk niet dat je zo moet begrijpen, mevrouw Krivits, dat u zegt we gaan een peilingsproef doen, want ik denk dat er andere signalen zijn. Ik denk dat die peilingsproef dan hetzelfde zal bevestigen wat u net aanhaalt, dat in de toelatingsproef van de leraaropleiding we merken Frans echt niet goed. En natuurlijk, één leerkracht beïnvloedt in zijn carrière 1000 leerlingen. En hier staat ook heel duidelijk in, vaardigheden en kennis gaan samen en moeten dan ook samen worden ontwikkeld. En het is eigenlijk wat pijnlijk om te zien in het rapport van de leraaropleiding van 2012, ondertussen al 5 jaar geleden, dat vakkennis, vakdidactische vaardigheden en klasmanagement een pijnpunt zijn en we er op vandaag van vandaag eigenlijk nog geen concrete antwoorden op hebben. We hebben ook ingeschreven dat vakleerkrachten mogelijk zijn in de basisschool. En zoals collega Brussel terecht zegt, stellen wij vast, jammer genoeg als N-VA, dat dat zeer weinig wordt toegepast. Nu, mijn vraag is heel concreet. Hoe ver staan we nu eindelijk met die evaluatie van die lerarenopleidingen, zijnde sinds 2012 de aanpassingen in de praktijk ervan, zodoende dat we in de toekomst dergelijke problemen kunnen ondervangen? Mevrouw Heltzen. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. De collega's vragen zeer veel aandacht voor een sterke lerarenopleiding.
en daar is niks mis mee. Maar ik zou daarnaast zeker zoveel aandacht willen vragen voor reële professionaliseringskansen voor leerkrachten die in het werkveld staan. Want als ik de onderwijsspiegel, het document van de inspectie, lees, vragen de leerkrachten om continu bijgeschoold te worden. En het is belangrijk, eenmaal opgeleid in een bepaalde taal, dat je ook voldoende kansen krijgt om die taal continu te blijven inoefenen en om daar ook op gecorrigeerd te worden indien dat er fouten gemaakt worden. Vandaar dat ik vraag om aandacht te schenken in het plan dat u schrijft voor het basisonderwijs, voor een sterk professionaliseringsbeleid voor leerkrachten, maar ook voor een sterk kwaliteitsbeleid. En ik ben ervan overtuigd, als zij die twee zaken versterken, dat wij ook onze basisscholen naar de toekomst toe, niet enkel en alleen voor Frans, maar voor alle elementen die daarin aan bod komen, zullen versterken. Dank u wel, collega's, voor deze zeer interessante aanvullende opmerkingen. Ten eerste, wat die vakleerkrachten betreft, ik zal daarmee starten. Je kan dat spijtig vinden, dat er in het lager onderwijs niet zoveel vakleerkrachten aangeworven worden. Maar als je dit als finale oplossing zou nemen, ik zal mij herhalen, dan zou ik dit echt een gemiste kans vinden. Voor mij is het cruciaal dat wie onderwijzer of onderwijzeres wordt, dat hij op een goede manier het Frans beheerst en dat hij in staat is om op een kwaliteitsvolle manier ervoor te zorgen dat de kinderen in het lager onderwijs de eindtermen halen. Los van het feit dat we het andere mogelijk maken, maar dit is de basis. Ten tweede, datgene waar iedereen naar verwijst, van men durft niet spreken, dat is een zelfperceptie bij de leerkrachten. Dus daar moeten we ook de oorzaken van gaan onderzoeken. Hoe komt dat? De inspectie stelt voor dat leerkrachten veel vaker ook in netwerken gaan kijken wat zijn goede manieren om te goede vakdidactische zaken die je kunt wijzigen. Er zijn scholen waar de inspectie bezocht heeft, waar op een fantastische manier wel die spreekvaardigheid op een hoog niveau getild wordt. En gisteren was mijn vraag, ja, maar als je Nederlands geeft, dat doe je ook vanuit het spreken. Waarom kan je niet die ervaringen wat uitwisselen? Want dat is toch niet anders, de manier waarop je dat in het Frans aanbiedt. Well, daar zijn wel wat verschillen in, maar daar kan je heel veel uitputten. Dus het spreken moet veel meer aan bod komen in dat lager onderwijs. Dat kan nu, leerkrachten kunnen zich daar ook nu op organiseren. In de opleiding zelf, collega's, u weet dat we met een grondige hernieuwing bezig zijn, hervorming van de opleiding. Het decreet is quasi klaar om naar de regering te gaan en zal dan ook uitgebreid kunnen bediscussieerd worden. Maar, collega's, los van wat we willen decretaal wijzigen, zal het ook van belang zijn dat de opleidingen zelf de handen in elkaar slaan om ook wat die vaststellingen nu van de inspectie betreft. Er is trouwens een onderhoud gepland tussen de inspectie en de opleidingen om te kijken op welke manier inderdaad effectief die spraak, het praten in het Frans en het leren spreken en de liefde van de taal via het gesproken woord kan aangewakkerd worden ook in onze opleiding, in onze lerarenopleiding. Tot slot, wat mij zorgen baart, is de resultaten, maar dat heb je van mij al gehoord, de resultaten van de toelatingsproef die we nu hebben, waar we zien dat Frans inderdaad de grootste struikelblok is. Dat staat een beetje haaks op het inspectieverslag nu rond de talige opleidingen, die ook gebeurd is door de inspectie, en waar men zegt eigenlijk in onze alle studierichtingen waar talen een pool zijn, daar is het niveau bijzonder goed en daar scoren de scholen ook effectief zeer goed. Dus daar moeten we nog kijken waar daar de knopen zitten om ervoor te zorgen dat ook bij de start van de opleiding de jongeren ook wat sterker zijn. Mevrouw Brusseel, slotopmerking. Ja, dank u. Ik denk, mevrouw de minister, als leerkrachten aangeven dat ze een taal niet goed durven spreken, dat er wel degelijk een reden voor is. Mensen kennen zichzelf wel, dus er is werk aan de winkel. En ik zou u 3 conclusies willen meegeven. Ten eerste, 1 voor de lange termijn. Hoe jonger je begint met het aanleren van een taal, hoe beter het zal lukken. Hoe meer effect het zal hebben, zoals mevrouw Meuleman zei. Dat is zo. Dus die tweede taal, die vreemde talen, moeten in ons onderwijs veel jonger dan vandaag het geval is aangeleerd worden. Op welke manier dan ook. De mogelijkheden zijn er, ze moeten gebruikt worden. Ten tweede, als de schoolorganisatie flexibeler is, dan kan de directeur makkelijker de juiste leerkracht op de juiste plaats zetten. En dan heb ik het niet alleen over vakleerkrachten, maar wel over de leerkrachten die voldoende het Frans beheersen om het te kunnen aanleren. Want dat lijkt me toch een minimale vereiste, willen wij kunnen uitpakken met topkwaliteit in onderwijs.
Maar daarvoor is flexibiliteit nodig in ons onderwijs en in die lerarenloopbaan. Ten derde, de lerarenopleiding moet de lat hoog leggen, ook voor Frans. U vindt daar ons daarin een partner, maar ik zou erop willen aandringen dat u er vaart mee maakt, mevrouw de minister. Plus est en vous. Volgende actuele vraag is van Chris Janssens aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering. En die gaat over de recente uitspraak van de minister-president met betrekking tot integratie. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Minister-president, u heeft in een interview dat vandaag verscheen een aantal uitspraken gedaan over het integratiebeleid. Zo zegt u, integratie is een gedeelde verantwoordelijkheid en vooral Vlamingen moeten meer inspanningen leveren. Hoewel er sinds vele jaren al honderden miljoenen euro's belastinggeld is besteed aan integratie, hoewel taal- en inburgeringscursussen gratis worden aangeboden aan allochtonen, terwijl de Vlamingen heel veel facturen zien stijgen, vindt u dat de Vlaming meer inspanningen moet leveren? En hoewel de toename van allochtonen de voorbije decennia heel wat negatieve invloeden heeft gehad op de eigen bevolking, bijvoorbeeld wat betreft sociale huisvesting of andere sociale voorzieningen, vindt u dat die Vlamingen dus meer inspanningen moeten leveren? En hoewel Vlamingen in steden als Genk, Maasmechelen, Beringen, Antwerpen, Gent, noem maar op, steeds vaker een minderheid worden in hun eigen stad, vindt u dat die Vlamingen meer inspanningen moeten leveren? En ja, terwijl Turken en Marokkanen nog altijd volop een partner zoeken in het land van herkomst, hun kinderen opvoeden in het Turks of het Arabisch, naar de Turkse of Arabische televisie kijken, kortom, zich opsluiten in hun eigen gemeenschap, vindt u dat de Vlamingen meer inspanningen moeten leveren? En dan vraag ik mij af, minister-president, waarom hult u mee? Waarom hult u mee met het politiek correcte establishment dat Vlamingen stigmatiseert als een groepje onverdraagzamen? Waarom heeft u van dit interview geen gebruik gemaakt om de allochtonen net te wijzen op hun integratieplicht, dat zij de kansen grijpen die hun in Vlaanderen volop worden aangeboden? Welke inspanningen vindt u in godsnaam dat de Vlamingen nog meer moeten leveren wat betreft de integratie van vreemdelingen? Minister-president. Ja, meneer Janssens, u bent natuurlijk niet verrast door wat ik zeg. Hè. U komt hier alleen om uw riedeltje af te draaien dat we kennen. Ik zeg al jaren hetzelfde. U kent het Vlaamse regeerakkoord. Het Vlaamse regeerakkoord zegt drie dingen. 1. We gaan voor een samenhorige samenleving. 2. We gaan voor vrije en gelijke burgers. We doen dat op basis van de sokkel van de verlichting. 3. Het is inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid. In de eerste plaats van de individu. We gaan voor verplichte inburgering. We zeggen aan mensen, nieuwkomers, grijp uw kansen. Die samenleving biedt veel kansen. En er zijn gelukkig meer en meer voorbeelden, meneer Janssens, tot spijt van u, van mensen die het maken in alle sectoren in de samenleving. En anderzijds zeggen wij, inderdaad, het is een zaak van de hele samenleving. Niet alleen van de individuen, niet alleen van de diverse overheden van Vlaamse overheid, steden, gemeenten, OCMW's, maar ook van het verenigingsleven, ook van de jeugdbewegingen, ook van het bedrijfsleven, waarbij je, en ik heb het gezegd, een dubbel discours moet voeren. 1. Mensen sterk maken. Mensen trachten te betrekken bij die samenleving. Het is niet omdat je een cursus gevolgd hebt dat je in die samenleving geworteld bent. Het is niet als je de deur dichttrekt naar de inburgeringscursus dat je deel uitmaakt, actief deel uitmaakt van die samenleving. Dus mensen actief proberen te mobiliseren, te empoweren. 1. Maar 2. Ook altijd lijnen trekken die niet mogen overschreden worden in geen enkele omstandigheid als het gaat over gelijkheid man-vrouw, als het gaat over seksuele geaardheid enzovoort. Dat is ons dubbel, zeer sterk verhaal. En dat deelt u niet, dat is uw recht. Maar doe niet alsof u verrast bent door wat ik gezegd heb. Meneer Janssens. Meneer president, wat mij vooral verrast, zeker als lid van uw partij dan, is dat u eenzelfde discours vertelt als quasi alle andere partijen hier in het parlement. En we zijn ondertussen al 40 jaar aan het integreren, aan het multiculturaliseren. En de actualiteit bewijst elke dag dat het met de integratie er helemaal niet op vooruit gaat. En wat ik in dit debat nooit hoor is, wat gaat u eigenlijk doen voor de autochtone Vlaming die steeds meer in concentratiewijken woont met grote groepen allochtonen, waar die Vlaming zich moet aanpassen aan de allochtone islamitische cultuur in plaats van omgekeerd. En wat ik nooit hoor is,
Wat doet u voor die Vlamingen, die autochtone Vlaming, die zijn kinderen moet sturen naar scholen waar 50%, 60%, 70% allochtonen zijn en waar de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat, waar steeds vaker op de speelplaats niet Nederlands, maar Turks of Arabisch wordt gesproken? Waarom doet u als N-VA-minister niks voor die Vlamingen die het eerste slachtoffer zijn van de massa-immigratie? Massa-immigratie die ervoor zorgt dat Vlamingen zich niet eens meer thuis voelen in hun eigen stad, in hun eigen land. En dat is mijn oproep aan u. Goed. Gooi het beleid over een andere boeg. Stop met de slachtoffercultuur en wijs allochtonen op een integratieplicht. Wie wens aan te sluiten? Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Janssens, het is echt ronduit lachwekkend hoe u er blijkbaar niet in geslaagd bent om enerzijds het volledige artikel te lezen en om anderzijds er wel in slaagt om hem zeer eenzijdig te citeren. U weet zeer goed dat mijn partij altijd een verhaal gebracht heeft van rechten en plichten. En ik vind dat de minister-president dat in het interview zeer treffend verwoord door duidelijk te maken dat nieuwkomers zich wel degelijk in te schakelen hebben in een Vlaamse publieke cultuur die wij hier hebben. Zij moeten zich daar houden aan normen en waarden, die trouwens voor een groot deel in dit huis worden bepaald. En wij voeren geen pamperbeleid. Maar dat is natuurlijk wel nog altijd een wederkerig verhaal. En we moeten wederzijds verantwoordelijkheid opnemen in die maatschappij. En dat heet integratie. En daar gaan wij voor. En wat ik nooit van u hoor is wat uw antwoord eigenlijk is. Gaan we die mensen dan niet vragen om Nederlands te leren? Gaan we aan die mensen dan niet vragen om te gaan werken? Gaan we die mensen dan niet vragen om die waarden van de verlichting zoals homoseksualiteit, de gelijkheid van man, vrouw en dergelijke meer te gaan aanvaarden? U bent effectief voor segregatie en dat is inderdaad niet het pad dat wij willen bewandelen. Meneer Somers. Meneer minister-president, u hebt in het interview in tijden van polarisatie, waar men leeft van vijandsbeelden, als minister-president absoluut de juiste toon aangeslagen. En ik wil u daarmee geluk wensen. U bent daarin moedig, u bent daarin inclusief en u reikt daar mensen de hand. Het verhaal waar we voor staan is niet alleen een verhaal van mensen te integreren die nieuw in onze samenleving komen. We spreken vaak over Vlamingen met migratieroutes van de tweede en de derde generatie. Dat is een vraag van hoe leven we samen. Dat kunnen we alleen maar doen als we allemaal beseffen dat iedereen een stuk inspanning zal moeten leveren. U heeft die toon aangeslagen, die toon heeft ons gecharmeerd en ik wil u daar nogmaals met feliciteren. Mevrouw Moegenhout. Ja, bedankt, voorzitter. Minister-president, ook wij vonden uw interview eigenlijk evenwichtig. En wat mij frappeerde was het ook dat het een heel andere toon was dan wat we de laatste maanden inderdaad van uw partij hebben gehoord. Dus enerzijds, dat appreciëren we. Anderzijds kunnen we u nu helemaal vrijpleiten gezien de voorbije 8 jaar het integratiebeleid in N-VA handen is geweest. En dan wil ik misschien doorgaan op het feit dat u ook in dat interview zei dat er extra inspanningen nodig zijn, wat u hier juist ook heeft gezegd. Op het moment dat nieuwkomers doorstromen van het integratietraject naar de arbeidsmarkt en dat u ziet dat daar extra inspanningen nodig zijn, onder meer van het bedrijfsleven, maar ook van de overheid. Dan wil ik nog graag aanhalen dat recent nog bleek dat er vandaag 35.000 vluchtelingen op dat punt in het traject zitten, het punt dat u inderdaad terecht aanhaalt, dat precair is en dat extra ondersteund moet worden. U bent niet alleen minister-president, u bent ook coördinator van alles wat te maken heeft met asiel en vluchtelingen. Goed. En de opvang van de erkende vluchtelingen naar aanleiding van 2015. Dus mijn vraag aan u, wilt u deze noodzaak ook daar aan tafel ten berde brengen? Meneer Van den Heuvel. Ja, ik wil mij aansluiten bij mijn twee collega's van de meerderheid. Ik denk dat heel wat Vlamingen zich in de toon van de minister-president zich hebben herkend. Dus dat is ook onze lijn, de lijn van het moedige midden. Wijzen op zowel plichten als wijzen op rechten en plichten. En dat is, meneer Janssens, ook de toon die echt door de meerderheid van Vlamingen, ben ik van overtuigd, wenst. De stem van de redelijkheid, ook in dit debat. En we zijn blij dat de minister-president als minister-president van de Vlaamse regering ook deze stem heeft vertolkt. Ook die Vlaming die... Minister-president. Ja, dank u wel, voorzitter. Welle. Ik dank alle collega's die aantonen dat dit een beleid is dat breed gedragen wordt. En dat ik herhaal dat, collega's, een evenwichtig beleid is. Een beleid van rechten en plichten. Van gelijk burgerschap, van vrij burgerschap, van de plicht tot integratie,
van de plicht om de kansen te grijpen. Maar anderzijds, een samenleving, en collega Moerdel, ik ben het niet met u eens, want u opent een ander spoor, dat van de vluchtelingen, waar wij ook alle kansen geven, als zelfs de VDAB tot in de FEDAS in centra gaat, om mensen toe te leiden tot werk, waar we ook kan lessen geven vanaf de kleuterschool tot in Nederlands tweede taal, waar enorm veel mogelijkheden gecreëerd worden, maar waar we zeggen, je kunt ook maar die kansen grijpen, krijgen, volwaardig burger zijn. Als je Vlaams burger wordt en participeert aan die ene publieke taal die het Nederlands is, en twee, als je met ons die sokkel deelt van waarden van de verlichting, die zorgen dat we in een pluralistische rechtsstaat kunnen leven met respect voor ieders levensbeschouwing, of ze religieus is of niet religieus, en waarin we geen discriminatie dulden. Niet op grond van afkomst, want wat mij zeer tegen de borst stoot, wat ik stuitend vind aan u, meneer Janssen, is dat u nog altijd een onderscheid maakt tussen Vlamingen en allochtonen. Mensen van derde generatie kunnen in uw ogen geen Vlaming zijn. Wel, dat zijn burgers net als u en ik, collega Janssen. En daar ligt de grens. En daar ligt de grens. U kunt niet omgaan met andere mensen, met mensen van een andere identiteit. U zegt dat zijn anderen. Wij zijn de Vlamingen, zij zijn de allochtonen. En u laat gaan in de slachtofferrol. Dat is absoluut niet waar. Ik heb de moed, altijd, overal, ook als ik er niet daarbij woon, ook als ik spreek met mensen van allochtone origine, om altijd te weigeren, te wijzen op deze basisprincipes van deze samenleving. En dat is ook mijn oproep aan iedereen, ook aan het verenigingsleven, ook aan het bedrijfsleven, ook aan de lokale overheden, om altijd die grenzen te trekken, anders kunnen we ze niet opbollen. Maar tegelijk weiger ik mee te gaan in uw discriminatoire betoog. Daar onderscheidt u zich van de andere mensen. Meneer Janssens. Tot opmerking. Meneer president, voor uw betoog krijgt u misschien applaus hier in de politiek correcte wedstraat, maar niet in de dorpsstraat. Want hoe haaks kan het discours van quasi een heel parlement staan op dat van de publieke opinie? En nee, ik sta hier niet als pleitbezorger van de superdiversiteit. Dat laat ik aan alle andere partijen over. Ik sta hier wel als de woordvoerder van de autochtone Vlaming, die ondanks alle pogingen tot multiculturele indoctrinatie toch nog immigratie en islamkritisch is. En kijk maar naar de actualiteit van de voorbije weken. Turken in Vlaanderen die zich in de zoveelste generatie nog altijd meer Turk dan Vlaming voelen. Islamisering die ervoor heeft gezorgd dat we met gruwelijke onveiligheidstoestanden te maken hebben gekregen. Als dat het beleid is dat u wil blijven voeren, wel, dan moet u zo verder doen. Ik vind in tegenstelling tot u niet dat de Vlamingen meer inspanningen moeten leveren. Ik vind dat we moeten stoppen met massa-immigratie en dat we van nieuwkomers die hier al zijn mogen verwachten dat zij zich aanpassen aan ons en niet of nooit omgekeerd. Volgende actuele vraag is van Paul van Mier en Ben Wijs, Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Wijken, Vlaamse Land, Toerisme en Dierenwelzijn, over de maatregelen om het benuttingspercentage van flitspalen te verhogen en collega De Klerk over het hoog aantal defecte flitspalen in het Vlaams gewest. Meneer van Mier. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, verkeersveiligheid, en ik moet eigenlijk zeggen, het verbeteren van de verkeersveiligheid is iets wat bij u hoog in de agenda geschreven staat, en terecht ook. En als wij uw beleid van de laatste maanden analyseren, dan zien we dat u vooral vele maatregelen heeft uitgevoerd tegen alles wat met overdreven, onaangepaste snelheid te maken heeft. En ook hier weer terecht, want onaangepaste snelheid, overdreven snelheid, is maar al te vaak de oorzaak van ongelukken en veel menselijk leed ten gevolge daarvan. Ik haal graag even aan de structurele maatregelen die u nam, bijvoorbeeld de 70 kilometer die u hebt ingesteld op de gewestwegen. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan het menselijk aspect waar u werk van maakt. Het menselijk aspect ook vaak een factor aan de basis van verkeersongelukken. U hebt de rijopleiding hervormd. U hebt de praktische en de theoretische rijopleiding een update gegeven die mee kan anno 2017. Maar collega Tobak, die maatregelen die hebben weinig effect als er geen handhaving is. En er wordt heel hard ingezet op handhaving, niet alleen door deze minister, maar ook de federale minister. En dan gaat het over het meer intelligentere werk, dus de ANPR-camera's, de nummerplaatlezers en de trajectcontrole. Maar we hebben nog iets als de oude getrouwe flitspaal. En wat mogen wij vernemen, meneer de minister, dit weekend?
dat van de 1400 flitspalen die wij in Vlaanderen hebben, dat er daar maar 300, of dat er daar 300 niet van werken. Nu... Nu, meneer de minister, u zei al daarop de actie te zullen ondernemen, dus ik heb eigenlijk maar één vraag aan u, meneer de minister. Welke maatregelen gaat u nemen om de benuttingsgraad van die oude getrouwe flitspalen in Vlaanderen terug naar boven te halen? Heel klaarlijk. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, de collega heeft de cijfers geciteerd. Langs de Vlaamse wegen staan 1400 flitscamera's, waarvan er 300 niet werken. Dat is 1 op 5. Dat zijn cijfers die voor zich spreken. En nog meer, collega's, er zijn in bepaalde politiezones, in bepaalde regio's, ook waar helemaal geen enkele paal werkt, hè, waar er helemaal geen handhaving is, was te vernemen vanuit bepaalde politiezones. Het is juist, meneer de minister, verkeersveiligheid. De burgers vinden het cruciaal, mijn fractie vindt het cruciaal, u vindt het cruciaal. U neemt daar ook maatregelen en laat mij ook duidelijk zijn, de focus van het beleid moet er niet op gericht zijn om zoveel mogelijk overtredingen te registreren, maar om vooral zo weinig mogelijk overtredingen te laten plaatsvinden, om de verkeersveiligheid te laten zegevieren. En mijn vraag is dan ook zeer kort en helder, meneer de voorzitter, wat gaat u doen om dit hoge aantal defecte flitscamera's, meneer de minister, langs Vlaamse wegen, waar we zelf voor verantwoordelijk zijn, om die te herstellen? Minister Weijts. Wel, wat is in concreto het probleem, heel praktisch, ofwel is het de casus dat die detectielussen moeten vervangen worden, dat die opnieuw moeten worden ingefreesd, dus in de asfalt of in het beton moeten worden ingefreesd. In sommige gevallen is er sprake van aanrijding van de flitspalen, dat op dat vlak vervanging aandient. Of het gaat om over vernieuwing van het toplaag van het wegdek, waardoor dat ook opnieuw een infrezing moet plaatsvinden. Er is sprake van opnieuw een keuring. Dus dat zijn allemaal concrete gevallen die maken dat we, men zegt maar 80%. Ik weet dat het gelet op die omstandigheden toch geen eenvoudige opdracht is om al aan die 80% te komen. Want we komen van bij de start in 2014, zaten we op 69%. Dus op 2 jaar tijd zijn we erin geslaagd om dat al van 69% naar 80% te gaan. Dus dat gaat met rassenschreden vooruit. We blijven dat doen. Voor eind dit jaar moeten we zitten op 84% voor heel Vlaanderen. En we zullen daaraan geraken. En, al wel belangrijker, is dat we het onevenwicht, en dat moet ik absoluut erkennen, er is een onevenwicht over heel Vlaanderen als je bekijkt dat we in sommige regio's bijna zitten aan een percentage van 95%, wat eigenlijk maximaal is, maar in andere regio's dan veel te laag zitten. En dus ik wil absoluut voor zorgen dat we tegen eind van dit jaar voor heel Vlaanderen kunnen spreken over een werking van 84% gemiddeld en 80% per provincie. Dus dat de lat veel meer in evenwicht komt te liggen en dus dat we een tandje bijsteken. Heel in concreto gaat het dan vooral over Limburg, waar dat we door omstandigheden een achterstand hebben ingelopen, opgelopen en waarbij dat we in andere provincies de achterstand veel sneller hebben ingelopen. En dus dat moeten we absoluut gaan herstellen. Twee is wel misschien de oefening die nog veel belangrijker is, dat ik plan om de analoge camera's, flitscamera's, te vervangen door digitale exemplaren, waardoor dat we veel meer kunnen verwerken, waardoor alles efficiënter en sneller zal gaan. En nu is ongeveer een 30% nog van de camera's analoog, dus met de klassieke filmrolletjes, die moeten ontwikkeld worden, dergelijke meer, dan moet er fysiek worden uitgehaald. Bij digitale camera's kan dat allemaal worden gemaild, dat moet niet meer worden ontwikkeld, gaat veel sneller. En dus op dat vlak maken we ook vooruitgang. Dus dat zijn twee oefeningen die dat we doen. Enerzijds geleidelijk aan de vervanging van analoog naar digitaal en anderzijds ervoor zorgen dat we geraken voor heel Vlaanderen tegen eind dit jaar minimaal aan 84% van werkende flitscamera's. Meneer Van Meert. Dank u wel, minister, voor uw antwoord. Ik denk dat iedereen weet dat de flitscamera, of hij nu werkt of niet, sowieso vaak een ontradend effect heeft op de weggebruiker. Maar ik denk dat we er ook van moeten uitgaan als de geloofwaardigheid van de werking van die installatie wegvalt, dat ook het aangepast rijgedrag snel zal wegvallen, meneer de minister. Vandaar dus, uw maatregelen zullen dan meer dan welkom zijn. Maar ik had één bijvraag aan u, meneer de minister, als ik mag. Ik kon gisteren in de pers vernemen dat het Hof van Cassatie
een uitspraak heeft gedaan als het gaat over het uitschrijven en de hoogte van de boetes en de gemeten snelheid en de gecorrigeerde snelheid. Dus vroeger was er een mogelijkheid dat de rechter ofwel de gecorrigeerde ofwel de gemeten snelheid ging gebruiken als basis van de hoogte van de boete. En vanaf gisteren hebben we moeten vernemen dat enkel nog die gecorrigeerde snelheid mag gebruikt worden. Een gecorrigeerde snelheid die toch 6 km per uur is, wat niet weinig is in sommige snelheden. Hè. Dus ik wou even vragen, meneer de minister, of u daar al een standpunt had ingenomen. Dank u wel. Meneer de Klerk. Ja, ik denk dat wat dat laatste betreft, dat is een rechterlijke beslissing. Ik denk dat de minister daar niet meteen zijn gedacht zal over zeggen. Dat is wat het is natuurlijk. Maar, meneer de minister, ik denk inderdaad de geloofwaardigheid van de pakkans is fundamenteel. En het kan inderdaad niet, ik las in de krant dat in Sint-Genesius-Rode, aan de Gavers en zo verder, dat daar geen enkele flitscamera werd. Dus ik vind het goed dat u inderdaad ook naar representativiteit gaat en die onevenwichten daar uit de wereld zal helpen. Een bijkomende vraag, meneer de minister. Wat betekent dat budgetair? Welke inspanningen zal Vlaanderen doen om inderdaad het aantal defecte flitspalen te laten herstellen? Quid digitaal, quid analoog. Ook dit, denk ik, meneer de minister, is een goede evolutie. Dat dat ook sneller kan afgehandeld worden. Dat dat ook allemaal die mankracht niet moet met zich meebrengen en dergelijke meer. Dus nog een bijkomende vraag. U wens aan te sluiten. Meneer Seyssens. Dank u wel. Ja, meneer de minister. Snelheid is natuurlijk een van de voorname redenen voor verkeersonveiligheid. 1 op 3 verkeersdoden heeft te maken met onaangepaste snelheid. Dus ik denk dat het een collectieve verantwoordelijkheid is om daarop in te grijpen. En dat is een heel maatregelenpalet. Dat gaat zowel over sensibiliseren, inrichten van de weg, leesbaar maken van de weg, maar vooral ook over handhaving. En laat mij duidelijk zijn, flitspalen is daar één onderdeel van. En ik denk dat we er inderdaad voor moeten zorgen dat die ook allemaal functioneren. Het zou slecht zijn moesten automobilisten op een gegeven moment beginnen te gokken van die zal wel werken en die zal wel niet werken. Maar het grote nadeel van de flitspaal is natuurlijk dat die vooral een ontradend effect heeft op de plaats waar dat die stopt. In die zin is de trajectcontrole al een hele stap vooruit. En zou de mobiele trajectcontrole nog een grotere stap vooruit kunnen zetten. Ik heb u daar al omtrent bevraagd, denk ik, in januari van dit jaar. In maart heb ik mogen lezen in de krant dat die mobiele trajectcontrole er nu ook echt gaat komen. Dus ik zou aan u hier de vraag willen stellen, wat is daar nu de concrete stand van zaken? Wanneer mogen we die mobiele trajectcontrole effectief op de weg verwachten? Minister Weitz. Ja, dat zijn uiteenlopende vragen. De mobiele trajectcontrole, wel, die offerte zit nu bij mij weten in de markt. Dus we hebben een eerste marktbevraging gedaan om te bekijken, kunnen de marktpartijen dat effectief opleveren, hetgeen dat wij vragen, namelijk, want het is nog niet ontwikkeld, die mobiele trajectcontrole. Kan men dat doen, kan men dat ontwikkelen? Het antwoord daarop is van verschillende partijen ja. Wezen het met wat een marge ten opzichte van de vooropgestelde vraag. Vandaar hebben we wel besloten om dat in de markt te zetten, een offerte te plaatsen, een tender, en dus even afwachten wat er dan concreet uit de bus komt. Wat betreft het prijskaartje heb ik daar, excuus, niet onmiddellijk zicht op, maar als je spreekt over de evolutie van analoog naar digitaal en mogelijk ook gebruik rond trajectcontrole, ben nu het plan aan het afwerken, maar dan spreek je wel over miljoenen. Miljoenen investeringen. Dus dat is een zeer grote investering, veel groter dan de oefening die dat we moeten doen voor de vervanging van de 300, of aanpassing van de 300 camera's, want in sommige gevallen is de kost beperkt, hè. Wat we moeten doen is echt afhankelijk van casus tot casus. Soms moet je de volledige installatie vernieuwen, soms volstaat het om de detectielus in het asfalt te vervangen of gewoon het omhulsel te vervangen. Dus dat is variabel, dus dat prijskaart is veel beperkter dan de miljoenenfactuur die dat er absoluut zal zijn in het kader van de overgang van analoog naar digitaal. Maar de vraag rond de tolerantiemarges, ja, ik vind... Ik heb die rechtelijke uitspraak wel gelezen. Juist is juist natuurlijk. Hè. Ofwel zeggen we dat we bij de beoordeling rekening houden met de tolerantiemarge. Maar in dat geval vind ik dat we ook de tolerantiemarge moeten aanpassen aan de realiteit. Hè, juist is juist, hè. Dan is 120 ook 120. En passen we enkel een technische tolerantiemarge toe die overeenstemt met de realiteit. En vandaag is dat heel eenvoudig. Hè?
Namelijk, die toestellen, de flitscamera's zijn dermate accuraat dat je nog maar zit op 100 km per uur met een afwijking van 2 tot 3 km per uur. En dus van twee zaken. Eén, juist is juist. Als je de snelheid overtreedt, er is een lijn getrokken 120, ga je daarover met een, dan een technische correctie, namelijk van 2 à 3% of 2 à 3 km in dit geval, dan wil dat zeggen dat je dan op die snelheid ook effectief geflitst wordt en ook vervolgens beboet wordt. Maar je kan niet enerzijds zeggen en we leggen een grote tolerantiemarge die niet correspondeert met de realiteit en vervolgens ook nog eens zeggen voor de rechtbank ah, we gaan u op basis daarvan beoordelen. Maar dan ben je natuurlijk ver van de realiteit en denk ik is ook het rechtvaardigheidsgevoel is dan volledig ook ondergraven. Want dan is niet, juist is niet meer juist. 120 is niet meer 120. Meneer Van Meert, slotopmerking. Dank u wel, minister, voor uw antwoorden. Wat het laatste betreft, dat we nog even zullen moeten afwachten hoe zich dat verder laat evolueren. Maar in ieder geval, wat betreft de flitspaal, ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat trajectcontrole, vast of mobiel, de toekomst zal zijn als het gaat over snelheidsmeten. Maar de flitspalen zijn er, ze hebben hun ontradend effect sowieso altijd nog. En ze hebben ook 30.000, 35.000 euro per installatie gekost. Dus ik denk dat we die in de toekomst niet zomaar mogen weggooien. En dat het onderhoud dat eraan moet gebeuren, dat dat wel degelijk gerechtvaardigd is. Dank u wel. Meneer de Klerk. Dank u. Collega Seyssen schetst het terecht. Het is enerzijds een preventief luik. Hè. De rijopleiding volop bezig. Verkeerseducatie, heel belangrijk naar de jongeren toe. De sensibilisering, maar zonder een curatief luik kun je ook niet voldoende aan preventie doen. Dus het repressieve is ook zeer belangrijk. En in die zin, meneer de minister, moeten die cijfers naar defecte flitscamera's omlaag. Nog een keer niet omwille van het feit om zoveel mogelijk overtredingen per definitie te laten registreren, maar om ze zo weinig mogelijk te laten plaatsvinden. En dan is de geloofwaardigheid van een pakkans, een reële pakkans, toch wel een heel belangrijk stuk. Het blijft en. Maar zonder dat is het ook soms ongeloofwaardig. Goed, dankjewel. Volgende actuele vraag is van Karin Brouwers aan Ben Weitz over de niet-deelname van de lijn aan de High Belgium Pass om toeristen of niet naar België te lokken. Meneer de minister, fantastisch nieuws. Ik heb hier het persbericht bij van Toerisme Vlaanderen dat zo begint. Fantastisch nieuws. Wat was het fantastische nieuws dat we vrijdag te lezen kregen? Dat er een High Belgium Pass komt. Over dat woord kunnen we allicht discussiëren, maar het is wel om buitenlandse toeristen naar België te lokken, naar Vlaanderen te lokken in de eerste plaats. Dus dat dat nu in het Engels is, dat er Belgium staat. Je kunt daarover discussiëren, maar daar gaat het nu niet bepaald om. Wat mij vooral opviel, het is een zeer interessant all-in-one weekendticket in feite voor mensen vanuit 50 luchthavens die op Zaventem landen. Dus hun luchthaventicket heen en terug zit erin. Volledig het treinnet van de NMBS zit erin. En dan nog in twee kunststeden naar keuze een museumpas of een experience, een citypas. Dus zeer, zeer interessant. Het enige wat mij opviel, was dat de lijn niet meedeed. En ook MIVB bijvoorbeeld niet meedeed. En u bent nogthans ook bevoegd voor zowel toerisme als voor de lijn. Dus het verwonderde mij een beetje waarom de lijn niet meedeed. Wij vragen nogthans al lang in de commissie, zowel van toerisme als van mobiliteit, om eens aan zo'n toeristenpas te werken. Er is er nu een en u doet de lijn niet mee. Allee, stel u nu voor, ik ben een Italiaanse mama en mijn dochter zit op Erasmus in de prachtige studentenstad Leuven. En ik heb zo'n beetje het lege nest-syndroom. Ik wil die dochter natuurlijk controleren. En ik koop mij zo'n pas. Ik vertrek vanuit Rome. Vanuit Rome, het warme Rome. Ik vertrek, kom aan in Zaventem, slecht weer, geen nood. Ik pak de trein, moet zelfs niet buiten komen, op een kwartiertje in Leuven. En dan kom ik daar, in dat station toe, daar regent daar pijpen stelen. En mijn pasje kan dan niet direct gebruiken om een bus te nemen.
vind dat een beetje spijtig. Goed. Om dan naar dat kot van mijn dochter te gaan. Dus je ziet het zo voor ja, u. De vraagstelling is duidelijk. De vraagstelling is duidelijk. Minister waarom Wijs. De lijn niet mee? Minister Wijs. Ja. Ja. In non è vero. Ik ben trovato. Ben trovato. Tot daar mijn Italiaans. Wel, voor alle duidelijkheid, dit is een privé-initiatief van Brussels Airways, waarbij dat men ook rechtstreeks naar de NMBS is gestapt en naar, ook naar Toerisme Vlaanderen, waarbij dat Toerisme Vlaanderen in die zin participeert dat zij de contacten heeft gelegd met de kunststeden en anderzijds dat ook wel promoot via de buitenlandkantoren. Maar verder is dat een zuiver privaat initiatief waarbij dat men de lijn ook niet aangesproken heeft. Toch is de lijn in die zin onrechtstreeks betrokken, omdat in sommige steden, ik weet al sinds van Antwerpen, dat er ook een voucher in zit, waarbij dat, men vanuit het buitenland de keuze kan maken tussen, men moet aanduiden, de kunststeden die dan men zou willen bezoeken, had ik begrepen. En in het geval van Antwerpen bijvoorbeeld, zit daar niet alleen de toegang in, de gratis toegang in die 149 euro, tot bepaalde musea, maar ook het gebruik van het openbaar vervoer zit daar ook bij. Ik weet nu niet of dat er sprake is van een dagpas, dan wel een rittenkaart, maar in C maakt dat ook niet uit, denk ik. Alleszins, het is een all-in-one pakket, waarbij dat je dus als uw dochter dan toekomt... Nee, als u zelf toekomt in, als Italiaanse mama in Brussel... In Brussel-Noord, wel, dan kan u alleszins de trein nemen naar Antwerpen, dat het regent of niet, die rijden altijd. Oh, de Antwerpen is meer beter dan de rest. En dan kan u daar afstappen en kan u gebruik maken van uw pakketje, waarin ook een De Lijn-abonnement of een dagpas zit, waardoor u een favoriet museum kan gaan bezoeken. Wat Leuven betreft ken ik de exacte omstandigheid niet, maar ik weet alleszins dat wat Antwerpen betreft die mogelijkheid erin zit. Mevrouw Brouwers. Wel, dat is dan heel mooi voor de mensen van Antwerpen en de horeca in Antwerpen. Die zullen tevreden zijn. Maar als dat voor die andere kunststeden dan niet geldt... Bovendien, de NMBS heeft het zo geregeld dat je dus een trein kan nemen in gans België. Het zou toch goed zijn dat je een pas geeft voor een paar dagen waar dat je overal de bus mee op kan, bijvoorbeeld ook aan de kust. Als die mensen een weekendje afkomen en ze willen van Brugge eventjes naar de kust, dat ze daar ook even de tram op kunnen. Dus ik zou u toch willen aanmoedigen, meneer de minister, om daar de lijn, met de lijn over in gesprek te gaan, om te zien of ze toch niet alsnog kunnen aansluiten, zodat het voor iedereen een beetje gelijkwaardig wordt. Trouwens, niet alleen de lijn. Ik kan nog een tip geven om eventueel deelfietssystemen daarin te verwerken, zoals Vilo, het Bluebike-model van de NMBS. Ik denk dat het is een heel interessant concept. Ik wil Toerisme Vlaanderen en uzelf daar ook mee feliciteren. Maar het loopt nog een beetje op één been en het zou echt goed zijn dat het wat verder wordt uitgewerkt. Dus, maar daar kan waarschijnlijk wel in wie de toekomst wenst aan te sluiten? Oh. Wie wenst aan te sluiten? Oh. Niemand van Groen. N-VA, niemand? Nee. Kunststeden. Heel goed, de minister antwoord. Meneer Keurle, alstublieft. Ik denk een para-regionale zoals De Lijn heeft een eigen raad van bestuur. En die hebben dus ook recht op hun autonomie. Ik denk sowieso dat dit vooral moet geplaatst worden, denk ik, minister, in het kader van de aanslagen van vorig jaar, van 22 maart. En dat men op de luchthaven poogde publicitair te recupereren. Kwestie toch wel wat de aantrekking betreft van toeristen, van bezoekers van ons land. Want die aanslagen hebben wel een negatieve impact gehad op het imago van België. En het feit dat men alleen werkt met de NMBS is jammer, want dan geraak je niet in Limburg en dan mist je de helft van de Vlaamse beschaving. Nederland uit. Brugge. En daar zitten veel Italiaan. Wat zegt u? Ja, daar zitten veel Italiaan. Nee, kan niet. Het is per fractie. U krijgt het woord. Ja, maar u speelde altijd voorzitter, hè, meneer Landuit. U krijgt nu het woord en dan zegt u, wil het woord niemand anders geven. Ja, maar ik zag uit naar het standpunt van de kunststad Gent. Maar nu de kunststad Brugge. Ja, maar ik kom tussen omwille van twee redenen. Ten eerste, er is hier te veel gesproken geweest van Brussel, Antwerpen en Leuven. En men vergeet dat de voornaamste doelstelling is dat men in Gent geraakt en dan in Brugge vooral. Dus dat is het eerste punt, ook omdat je ziet
op de website dat het enige authentieke ook het Brugge is. Dat is uiteindelijk de hoofdstad van onze geschiedenis op wandelafstand. Dus strikt genomen, mijn tweede punt is dus volledig zonder eigenbelang. Want eenmaal men aan het station is van Brugge, kan men de geschiedenis van Europa wandelend doorlopen. Dus ik pleit hier niet voor een Brugse situatie. Maar dit gezegd zijnde vind ik het bijzonder jammer dat de lijn deze kans heeft laten liggen om ook op dat vlak promotie te maken. Meneer Sint-Ubin. Twee zaken, meneer de voorzitter. Wat betreft het eerste luik van de tussenkomst van meneer Landuit, kan ik dat ondersteunen als toekomstig inwoner van de stad Brugge. Twee, en ook lijsttrekker natuurlijk in de stad Brugge. Ik ben misschien een van de weinige collega's, meneer de minister, die valt over de campagne High Belgium en eigenlijk de medewerking die Toerisme Vlaanderen daaraan levert. Ik begrijp wel het opzet natuurlijk van Brussels Airlines, maar ik dacht dat de voornaamste taak van Toerisme Vlaanderen was om Vlaanderen op de kaart te zetten, internationaal op de kaart te zetten en niet België. Wij zeggen altijd dat Vlaanderen niet gekend is in het buitenland, niet gekend is internationaal, maar we doen er ook geen inspanningen voor. En we verlenen, en ik zal u straks vragen, misschien kan u straks zeggen hoeveel Toerisme Vlaanderen bijdraagt financieel aan deze campagne. Maar ik vind persoonlijk dat hier Toerisme Vlaanderen afwijkt van de kernopdracht. Ja. Minister Wijs. Wel, de bijdrage, financiële bijdrage van Toerisme Vlaanderen is 0 euro. Ja, 0 euro. Dus waarbij dat er gewoon een promotie wordt gemaakt. En dat het nu gaat en aan zee, ik vind nu ook, ik ben niet de bedenker. Brussels Airlines heeft dat ongetwijfeld aan. Ik ben niet de bedenker van High Belgium, van die titel. Maar is het nu een High Belgium Pass of een Bye-Bye Belgium Pass? Als het maar gaat over het aantrekken van toeristen naar Vlaanderen, en dat lukt aardig als je dan toch wil bekijken welke kunststeden zitten erin aan Vlaamse kant, is dat Brussel, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Gent en Brugge. En aan Waalse zijde is dat Namen en Luik, denk ik. Dat zijn er twee, dus correcte verhouding zou ik dan zeggen. En dat draagt bij tot het aantrekken van toeristen. Twee, voor alle duidelijkheid, men betreurt aan verschillende zijden dat de lijn daar niet is in meegestapt. Nu, voor alle duidelijkheid, men heeft de kunststeden rechtstreeks aangesproken. En sommige kunststeden hebben daar dus naast de toevoeging van een gratis museumbezoek ook nog eens een dagpas van de lijn aan toegevoegd. De kunststeden hebben dat gedaan. De stedelijke besturen, alleszins in Antwerpen. Blijkbaar hebben andere besturen niet die noodzaak gevoeld om die keuze te maken, bijvoorbeeld in Brugge, bijvoorbeeld in Leuven. En dat staat hen vrij om die keuze al dan niet te maken of contact te leggen met de lijn. In Antwerpen heeft men dat wel gedaan, waardoor dat men nog iets wat meer op de stapel kan leggen. Maar laat me ook wel wezen, 149 euro vanuit een Europese stad, vliegticket, daarboven ook nog eens een gratis bezoek aan een museum. Ik denk dat dat al een redelijk scherpe prijs is. Als je daar bovenop nog eens, alleszins in Antwerpen, dan gratis openbaar vervoer krijgt, dan is dat toch om niet te versmaden. En in die andere steden waar dat de stedelijke besturen ervoor gekozen hebben om dat niet op de stapel te leggen, alle begrip, want uiteindelijk dan nog 1 euro dat een toerist moet betalen om dan te komen aan een uitgave van 150 euro, wel misschien à la bonheur. Tot opmerking, mevrouw Bo. Ja, nog eens bedankt voor het antwoord. Nu, in een van de kranten stond jammer dat de lijn en MBS enzovoort, MIVB en TEC en dergelijke niet meedoen. Dus ging ik er maar vanuit dat die nergens meededen. Dus ik ben zelfs niet 100% zeker. Misschien heeft Leuven ook wel gezegd, voor een euro kan u een dagje rondrijden met de lijn. Maar in de kranten stond dat de lijn niet meedeed. Vandaar mijn vraag. In elk geval, meneer minister, wat voor mij redelijk nieuw is, het initiatief is dus uitgegaan van Brussels Airlines, allicht na de klap van vorig jaar enzovoort, om daar bovenop te komen. Dat is een privé-initiatief, dat heeft u eigenlijk meteen gezegd. Het zou toch niet slecht zijn dat u als minister bevoegd voor toerisme en mobiliteit ook eens aan een overheidsinitiatief ter zake denkt om met
al die vliegtuigmaatschappijen en alle vervoersaanbieders, zowel in Vlaanderen, België als in steden en gemeenten, is na te denken hoe dat we tot een all-in-one toeristenticket kunnen komen voor iedereen die ertoe komt. Ook iemand die misschien met een TGV vanuit Frankrijk toekomt, dat die dan ook iets of wat een pas heeft. Goed. Want als ik nu omgekeerd naar Rome ga, daar heb ik voor 4 of 5 dagen een pas waar ik heel het openbaar vervoerssysteem daar kan gebruiken. En zoiets bestaat gewoon nog niet in Vlaanderen. En dat is jammer. Laatste actuele vraag is van Dirk de Kort en Ben Wijd over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens in Duitsland. Meneer de minister, Duitsland wil vanaf 2019 een wegenvignet invoeren in Duitsland. En ze willen daarmee dus eigenlijk een infrastructuurheffing op de autowegen. En dat zowel eigenlijk voor binnenlanders als ook voor buitenlanders. Maar wat doen ze? Ze compenseren het eigenlijk voor de binnenlandse bestuurders met een aanpassing van de verkeersbelasting. En daartegen komt er natuurlijk heel wat protest vanuit Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk. En Oostenrijk roept ook eigenlijk op naar andere lidstaten om mee te protesteren tegen de discriminatie, tegen die ongelijke behandeling die er op deze manier wordt georganiseerd. En het is ook zo dat wij vroeger ook zelf vanuit België plannen hebben gehad, tientallen jaar geleden. Toen was er protest vanuit Europa. Maar nu vanuit Europa, op dit moment horen we daar eigenlijk op dat vlak dat er geen bezwaren eigenlijk zijn tegen de manier waarop dat het in Duitsland zou worden toegepast. Het is ook mee voorzien in het Vlaams regeerakkoord. Het Vlaams regeerakkoord is voorzien dat er verder eigenlijk voor de personenwagens zal onderzocht worden het invoeren van het wegenvignet of de kilometerheffing voor personenwagens. En met dat wegenvignet zullen natuurlijk ook de buitenlanders mee kunnen betalen voor onze infrastructuur. En voor het rekeningrijden vinden we nog beter. Dan is het ook natuurlijk een maatregel die ook meer sturend zal werken en die toch ook wel iets zal doen aan de files, de fileproblematiek waar dat we mee nu worden geconfronteerd in ons land. Dus meneer de minister, mijn vraag eigenlijk is hoe dat u eigenlijk staat ten opzichte van het wegenvignet, de invoering van het wegenvignet, zowel in Duitsland als bij ons verder eigenlijk in Vlaanderen. En of dat u zich ook gaat aansluiten bij het verder protest. Want recent heeft eigenlijk de Duitsstalige gemeenschap ook, het Duits parlement heeft ook een resolutie aangenomen om zich te verzetten tegen die invoering van dat wegenvignet in Duitsland. Minister Wijd. Ik kijk daar met veel belangstelling naartoe, ook gelet op het Vlaams regeerakkoord. Dus enerzijds met interesse, ik heb de evolutie gevolgd waarbij dat men aanvankelijk stootte op verzet van de Europese Commissie vanwege discriminatoire behandeling. Vervolgens is men in onderhandeling getreden, ook over de verschillende tarieven, en is men, denk ik, van 3 categorieën naar 6 categorieën gegaan op basis van de uitstoot. Dus, maar vooral interessant is om dan te zien dat men in Duitsland, de modale Duitser, heeft alleszins beloofd van kijk, uw belastingen gaan naar beneden en in ruil komt daar de fiscaliteit via een andere weg, namelijk via een wegenvignet. En dat is een interessant gegeven. Twee, wat ik dan anderzijds niet te volgen voorbeeld vind, is de idee van een forfaitair wegenvignet. Ik vind, wij hebben zulke last van die congestieproblematiek, van die fileproblematiek. En als je de kilometerheffing wil invoeren, dan vind ik dat je dat moet doen op basis van 2 redenen in Vlaanderen dan. Namelijk 1, omdat ik nooit tegen een belastingverlaging ben, net zoals in Duitsland. Dus daar gaat men uit van een meerinkomst budgetair, omdat men de inkomsten van de buitenlanders wil gebruiken voor investeringen in mobiliteit. Ik ben dezelfde mening toegedaan. Als we een kilometerheffing voor wagens willen invoeren in Vlaanderen, dan moet dat leiden tot een belastingverlaging voor de Vlamingen. En de meerinkomsten die dat we krijgen via de buitenlanders kunnen we gebruiken om extra te investeren in mobiliteit, terwijl het de belastingbetaler in Vlaanderen minder kost. Dat is 1. Tweede element is natuurlijk mobiliteitssturing. Want als je gewoon een forfaitaire heffing invoert die losstaat van het gebruik van de belasting van de weg,
ja, wat heb je dan gewonnen op vlak van de mobiliteit? Zo'n instrument van een kilometerheffing, vind ik, als je dat invoert, dan moet je all the way gaan. En dan moet je het ook gebruiken via mobiliteitssturing, namelijk dat je mensen kunt belonen door een laag tarief te vragen, kunt belonen wanneer dat ze zich verplaatsen buiten de fileuren, wanneer ze zich verplaatsen 's nachts of in andere dagvensters buiten de fileuren. En dan pas heb je het twee keer in een winst, namelijk budgetair meer inkomsten, waardoor dat je extra kan investeren in mobiliteit, twee, een belastingverlaging van de modale Vlaming en drie, een aanpak van de fileproblematiek. Heel kort. Ja, meneer de minister, zoals ik u hoor, bent u geen voorstander dan van de invoering van het wegenvignet in Vlaanderen. Maar ik heb u nog niets eigenlijk horen zeggen of dat dan ook vanuit Vlaanderen een reactie zou komen, een protest zou komen ten opzichte van de invoering van het wegenvignet in Duitsland. En wordt dat ook dan niet nader eigenlijk verder besproken, ook samen eigenlijk met de andere gewesten, met de ministers van mobiliteit, of dat er in een gemeenschappelijke houding daar ten aanzien van dient te worden genomen? Wens iemand aan te sluiten. Meneer Keulen. Ja, ik denk dat we eigenlijk eens moeten zien die plannen van Alexander Dobrindt, de Beierse christendemocraat van de CSU. Dat concept van inderdaad belastingvermindering vind ik inderdaad een heel interessante. Als je kunt komen tot een stuk, laten we zeggen, fiscale neutraliteit, in dit geval voor de Vlaming, op onszelf geprojecteerd, denk ik dat je die piste vooral moet zorgen. Want uiteraard wat voor de Duitsers kan, moet dan ook kunnen voor de Vlamingen en bij uitbreiding ook voor de Walen en voor de Brusselaars. En twee, wat de kilometerheffing betreft voor voertuigen, minister. Inderdaad, dat moet zijn in functie van tijd en plaats, dus sturend. En daarnaast ook zeker voor diegenen die wonen in perifeer gelegen gebieden, moeten er ook alternatieven zijn via het collectief vervoer. Want anders ga je die mensen natuurlijk heel zwaar straffen vanuit Limburg, vanuit West-Vlaanderen, die noodgedwongen om den brode zich moeten verplaatsen dagelijks naar Brussel en naar Antwerpen. Meneer Joska. Ja, voorzitter, collega's, meneer de minister. U vindt, en dat is al lange tijd, natuurlijk een bondgenoot in ons wat betreft die kilometerheffing voor auto's. Zeker op het moment dat ze slim is. De manier waarop u ze schetst, ook in het verleden, denk ik, is de juiste weg. Alleen kan een collega De Kort wel wat volgen. Ik stel me ook wel de vraag van op welke termijn ziet u dat? Want ondertussen, we bewijzen daar regelmatig lippendienst aan. We hebben nu toch de ervaring van de kilometerheffing vrachtwagens. Die is natuurlijk nog niet slim, we moeten daar nog een stap zetten. Maar het grootste effect gaat natuurlijk komen op het moment dat je alle transportwijzen fiscaal op dezelfde manier gaat bekijken. Dus mijn vraag is daar van, ja, wat is de timing waarop dat we aan het spreken zijn? Is dit nog ergens voor in deze legislatuur? Of zegt u hebt dat al eens gedaan, van nee, dat zal maar pas voor de volgende ploeg zijn? Meneer Van Meert. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is al aangehaald, maar toch duidelijk. Het wegenvignet is old school. Ik denk dat dit is iets dat moet je volledig van de tafel vegen. Je stuurt daar niks mee naar plaats of tijd, wat dan ook. Het draagt niet bij aan groene fiscaliteit en het is ook naar de normale fiscaliteit is het geen goed idee. Hoe moeten wij in de toekomst verder? Ik denk dat wij zeker de zaken fatsoenlijk moeten onderzoeken, meneer de minister. Want zelfs het huidige systeem dat wij hebben voor onze vrachtwagens is eigenlijk in de realiteit naar techniek toe al een beetje voorbijgestreefd. Als wij zien wat Connect My Car bijvoorbeeld doet van Proximus en Touring, dus met de kleine datarecorders in de wagens, wat dat al kan naar registratie toe van plaats en tijd, dat is enorm. En ik denk dat daar de toekomst zal liggen als wij naar een fiscaliteit willen waar de gebruiker van het wegennet betaalt en niet de bezitter van de wagen betaalt. Ik denk dat we dan zeker nog even moeten wachten tot die techniek op punt staat en beter in die techniek instappen dan in alle bestaande technieken die wij op de dag vandaag kennen. Minister Weitz. Wel, we zijn net in functie van de mogelijke invoering daarvan hebben studie lopende naar het draagvlak en naar van het hoe en wat. En vervolgens, op basis daarvan, willen we de volgende stap zetten naar een bijkomende studie om te zien van hoe kan je dat dan in concreto implementeren. Want het is wel gemakkelijk gezegd, maar het is nog nooit gedaan. Hè? We hebben gezien wat het heeft opgeleverd technisch, de invoering voor de vrachtwagens. Honderdduizenden van die OBU's, onboard units. Als we spreken over de invoering voor de personenwagens, spreken we over miljoenen. Miljoenen van die devices, van die bakjes, die dat je gaat moeten produceren. Dus het is niet alsof dat we zo even
in binnen een paar weken dat allemaal rond kunnen hebben. Dus we zullen dat geleidelijk moeten doen, want het is tevoren nog nooit gedaan, enkel op stedelijke schaal, maar nooit op grotere schaal dan een stad. Dus dat vergt wel enig studiewerk. En het eerste dat we nu hebben gedaan, en dat nu lopende is, is de studie naar het draagvlak en naar het hoe en waarom. Hoe zouden we dat kunnen invoeren en hoe kunnen we dat ook ervoor zorgen dat dat breed gedragen wordt door de samenleving? Meneer De Kort, slotopmerking. Ja, meneer de minister, als wij rondom de minister heeft iets vergeten. U vroeg de concrete vraag, excuus. Naar de, ik zal het twee keer vergeten, naar het standpunt van de Vlaamse regering in zaken het Duitse initiatief hebben wij een van terughoudendheid aan de dag gelegd en van kijkend. Ik heb dat ook overgemaakt aan de federale collega's en ik veronderstel dat dat dan ook het standpunt is geworden op federaal niveau en dus ons alleszins niet aan te sluiten bij het protest van Duitsland. Duitsland wil effectief verder gaan en juridische stappen ondernemen. Ik weet zelfs niet of dat Nederland zo ver wil gaan, of dat het bij Nederland blijft bij protest, maar alleszins Oostenrijk wil ook juridische stappen ondernemen. Wij willen op dat vlak niet volgen. Nu is de slotopmerking voor u, meneer De Kort. Wel, ik denk eigenlijk dat we als conclusie mogen formuleren van dit debat en gedachtenwisseling, meneer de minister, dat is dat er niet meer verder moet gestudeerd worden omtrent het draagvlak. Het draagvlak is er. Hier, kamerbreed, voor de invoering van de slimme kilometerheffing. En wat u nu moet doen, dat is met het mandaat dat u van hier krijgt, met enthousiasme er tegenaan gaan om werk van te maken op juridisch vlak, technisch vlak, fiscaal vlak, om te zeggen van hoe gaan we die slimme kilometerheffing voor personenwagens kunnen invoeren. Goed, dank u wel. En daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. En dank u wel, minister Weitz, voor zijn langdurige aanwezigheid. En wijken nu de rest van de agenda af, die zeer kort is, want we gaan nu over tot de bespreking van het ontwerp van decreet houdende ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. De algemene bespreking is geopend. Wie vraagt hierover het woord? Die twee heren? Goed, meneer Wijnands. Ja, meneer de voorzitter, collega's, heer de minister. We hebben een constructief gesprek gehad in onze commissie. Daarom ga ik het ook zeer kort houden, want ik hoop dat alle commissieleden hun respectieve fracties ingelicht hebben over dit positief gesprek dat wij erover gehad hebben. Aan het decreet is een lange voorgeschiedenis vooraf gegaan. De uitwerking van het onderbouwd sportinfrastructuur werd dan ook meegenomen in het Vlaamse regeerakkoord van 2014-2019. Er is al een sportinfrastructuurplan uitgewerkt met een duidelijke visie en een taakverdeling en nu zorgen wij voor een stevige decretale basis. Met andere woorden, we gaan een ad hoc beleid naar een decretale verankering voor het subsidiëren van de bovennatuurlijke sportinfrastructuur en topsport ook infrastructuur. Het decreet komt te goed aan de vraag vanuit de sector voor meer duidelijkheid en geeft die ook aan in de taakverdelingen en verschillende verantwoordelijkheden van de betrokken factoren. De schaarse middelen die we echter hebben, worden dan toch zeer doelgericht en efficiënt aangeworven. Onze fractie zal daarom dit decreet met volle overtuiging goedkeuren. En ik hoop dat ook kamerbreed is, zoals het ook in de commissie was. Ik dank u. Meneer Moyaerts. Met SPA zijn we tevreden dat dit decreet vandaag ter stemming voor ligt. We geloven erin dat er nog voor de zomer zelfs ook een eerste oproep kan plaatsvinden. Zoals de minister eigenlijk ook min of meer aan de commissie gezegd had, dus we hopen er absoluut op. Ik denk dat meneer Wijns ook al zei dat er ook definitief een einde komt aan het vroegere beleid van ad hoc beslissingen. Er komt nu echt een samenhangende visie op sportinfrastructuur in Vlaanderen, zoals het Rekenhof dat ook heeft gevraagd in 2014... En door dit jaar alleen al 30 miljoen euro en de jaar daarna recurrent 5 miljoen euro te kunnen investeren in die bovenlokale infrastructuur, zal er op korte termijn toch wel wat kunnen veranderen in ons Vlaams sportlandschap. En dat is een inhaalbeweging die we alleen maar kunnen toejuichen, want die zijn echt wel nodig. Hoewel het decreet misschien niet rechtstreeks betrekking heeft op lokale noden, zal het toch ook een positieve invloed daarop hebben. En ik ben ook blij dat in de commissie de minister ook aangaf dat hij Sport Vlaanderen zal aanzetten om lokale overheden met kennis te willen ondersteunen wanneer zij ook iets aan hun sportinfrastructuur willen doen. Dus dat kunnen we alleen maar positief aanschouwen.
Vlaanderen moet er natuurlijk wel vooral over waken dat de subsidies naar de plaatsen en regio's gaan die daar de hoogste noden hebben. Dus het is ook positief dat u daar echt een beoordelingscommissie op plaatst. En er zullen ongetwijfeld veel meer aanvragen toestromen en niet iedereen zal van dat peperkoekenhuisje kunnen gaan meesnoepen. Dus dat kan tot ontgoocheling leiden. Het is dus echt belangrijk dat er een heel grote transparantie is ten aanzien van de indieners van de dossiers. En ook degenen die niet bij de gelukkige zijn, hebben dan ook wel nood aan een degelijke feedback. De samenstelling van die beoordelingscommissie was nogal vaak een ontwerptekst. En ik ben dan ook blij dat de minister aangegeven heeft om dat uitvoeringsbesluit nog met de commissie te willen bespreken volgende week, als ik me niet vergis. SPA hecht echt een heel groot belang aan de optimale benutting van de aanwezige sportinfrastructuur en van die openbare ruimte. En u weet, meneer de minister, dat in dit decreet wat ons betreft daar gerust nog wat verder had mogen op ingegaan zijn. Maar dit is alleszins wel een goed decreet. Wij verwelkomen ook de focus van dit onderwerp op bovenlokale infrastructuur als zeer goed nieuws, gezien de grote behoefte. Dat die infrastructuur sport voor iedereen moet toegankelijk maken, is een principe dat alle steun verdient en dus kamerbreed. SPA vraagt om te blijven investeren in infrastructuur waarvan zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken. Een infrastructuur die haast drempeloos is om mensen aan te zetten tot sport. En na specifieke aandacht voor voldoende Vlaams zwembadwater mogen ook zeker de kleine projecten die in openbare ruimte mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een loopomloop doorheen twee of meerdere gemeenten, mountainbike routes enzovoort, zeker niet vergeten worden en extra aandacht krijgen. SPA zal dit decreet mee steunen. Meneer Sint-Ubin. Ja, heel kort, voorzitter. Misschien eerst nog wat de laatste actuele vraag betreft ten aanzien van collega De Kort. De invoering van de kilometerheffing wordt niet kamerbreed gedragen, collega De Kort. U weet dat. Wat betreft het decreet, excuseer meneer de minister, wat betreft het decreet, wij gaan natuurlijk dit decreet steunen. Het is een goede zaak dat er een decretale basis wordt gelegd voor de subsidiering van de sportinfrastructuur in Vlaanderen, eenmalig 30 miljoen, 5 miljoen recurrent. We kunnen natuurlijk wel discussiëren over de hoogte van het bedrag, maar ik begrijp ook wel dat er budgettaire... dat budgetten hier een rol in spelen, alhoewel, en dat weet u ook en beseft u ook, dat de noden wat sportinfrastructuur betreft in Vlaanderen de nood heel hoog is. Want een aantal steden, zoals de gemeente waar ik nu in woon, moet noodgedwongen in zee gaan met Faris, wat eigenlijk de transparantie eigenlijk niet meer zo verhoogt. Maar wij gaan toch met onze fractie dit decreet zeker goedkeuren en wij vertrouwen op u om inderdaad werk te maken van een goede en een goede beoordelingscommissie. Goed, dankjewel. Vraagt nog iemand het woord? Minister Muiters. Dankjewel, meneer de voorzitter. En ik wil iedereen bedanken die ook in de commissie op de zeer constructieve manier heeft meegewerkt aan dit decreet. Ik denk dat we samen tot iets moois zijn gekomen hier. Het heeft lang geduurd, het heeft ook veel voorbereidend werk gevraagd. Dat is zeker en vast. En zoals ik heb afgesproken, en daar is uiteraard, zullen we in de commissie volgende week om 16:00, als ik me niet vergis, zullen we de eerste uitvoeringsbesluiten ook met jullie bekijken en doornemen. En is ook daar alle commentaar welkom. Natuurlijk, en dat blijft zo, er zullen keuzes moeten gemaakt worden. We kunnen nooit alles ondersteunen wat er voor ligt. Maar als we met deze subsidie, en zeker dit jaar, meer dan 100 miljoen zouden kunnen vastleggen, dan doen we een enorme stap vooruit naar sportinfrastructuur in Vlaanderen. En collega Mooijart, u sprak ook van het ontsluiten van de aanwezige sportinfrastructuur. Ik had in de commissie nog gezegd dat we zeker al 2,6 miljoen hadden voorzien voor het openstellen van de schoolsportinfrastructuur. En dankzij de inspanningen die collega Kevits en ik zelf hebben gedaan, hebben we dat bedrag kunnen verhogen naar iets meer dan 4 miljoen. En daardoor zullen er al van nu op 53 plaatsen subsidies komen om die schoolinfrastructuur verder open te stellen. Dus ook daar, ik denk dat we met het geringe geld dat we hebben, enorme inspanningen nu aan het doen zijn om de sportinfrastructuur te versterken en te verbeteren. Maar in elk geval, bedankt voor alle steun die rond dit decreet al is gekomen. Dank u wel, minister. Vraag naar iemand het woord? Nee, iedereen is druk bezig met zijn iPhone enzovoort. Dus
Algemene bespreking is gesloten. Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking. Artikel 1 tot en met artikel 21 geen opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We gaan over tot de hoofdelijke stemming. Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van de decreet houdende ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemberichtingen. 92 leden hebben deelgenomen. 92 ja, geen onthoudingen. In ieder geval neemt het Vlaams parlement ontwerp van de decreet aan. Zal de Vlaamse regering ter bekrachtiging worden overgezonden. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 3 mei 2017 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u een behouden thuiskomst. In het peristylium. 5:30 volgens mij.